Dus goedemiddag en voor degenen die naar de heruitzending luisteren, goedenavond. Ik ga dit op deze manier in leven proberen te houden. Ik heb geen rechten hiervoor. Desondanks ga ik het ten ere van toch eventjes doen. Dames en heren, welkom in de Lucky D Show. Ik ben Dion. Hij is Shaluk van Shara. Welkom. Welkom, broer. Hi, hoe is het? Relax. Omdat je naar het verleden gaat, ik ben een beetje gewoon om een rond aan het kijken en ik kom een voetbal international tegen van 1998. Maar Inos Absuwanaman dus. Over het algemeen ken ik geen Feyenoorders, dus niet echt, Jere. Nee, het is Peter. Ik ken de één. Ik ken de één heel goed. Feliciano Haps ken ik. Een van de dingen die erin staat is een geheim rapport, totale reorganisatie van de KNVB, met een gewetensvraag erbij voor de bestuurders. Staat het belang van het voetbal of van mijzelf voorop? Dus nogmaals, als het gaat om kopiëren vanuit Nederland, we hebben er af en toe gewoon een handje van, zal ik zeggen. Maar er zijn leuke dingen die ik ben tegengekomen in speurtocht voor de kamer van vandaag. Pavio? Ik moet wel zeggen dat ik het wel moest weten nadat Peter van Vossen is, hoor, om heel eerlijk met je te zijn. Dat is wel een van mijn lievelings Feyenoorders geweest. Maar die engel of zo was een beetje raar. Het gaat goed met mij. Vandaag in de show, we hebben een hele simpele, toch nog hele goede show, hopen wij te hebben vandaag. We hebben niemand minder dan onze echte bondscoach Stanley Menso vandaag in de uitzending. Met hem gaan we natuurlijk uitgebreid praten over wat er allemaal gaat gebeuren de komende periode, eigenlijk van nu tot zeg maar 13 juni. Dat hebben we in het eerste gedeelte van de Lucky D Show. In het tweede gedeelte hebben we een stelling die we op Facebook hebben geplaatst. En jullie hebben een aantal van jullie hebben jullie mening al gegeven. Als je nog niet bent gejoind in die Facebookgroep, Shaluk geeft je zo de instructies. Maar de simpele versie is gewoon Lucky die intoetsen op FB. En dan kom je, als het goed is, een groep tegen. En dan is het gewoon joinen. En in het derde gedeelte praten we uiteraard over de Champions League verhalen. Sorry? Oh, je hebt die plek al gedaan. Oké, we gaan het alvast in beeld brengen. Mensen, voor degenen die nog niet zijn gejoined, ga naar Facebook, Lucky D Show. En dan word je lid. En dan krijg je allemaal perks. Een van de perks die er is, we gaan een tafel reserveren bij het VAT voor de finale, voor de Champions League finale. Dus als je in de groep bent, dan krijg je alle details daarmee, hoe je ook aan die tafel kan zitten tijdens de Champions League finale. Dus nog een reden om te joinen. En ik denk dat we gewoon met de show moeten starten. You guys know the drill. Als je kijkt op YouTube, vergeet niet om deze stream te subscriben, om te liken en te subscriben. Op Facebook hetzelfde. Als jij de show nu live volgt, vergeet niet deze post te sharen. Hoe meer je het shared, hoe beter we zichtbaar zijn in het algoritme van Facebook en YouTube. En let's get on to the show. Ja, we hebben de intro gehad. We hebben gezegd wat allemaal te verwachten is in deze show. Het is een belangrijke uitzending. We hebben de bondscoach in deze uitzending. Dus share deze video zoveel als mogelijk. Ik heb Shaluk al welkom geheten. Maar we zijn natuurlijk niet compleet alvorens we Jeff Kramer erbij halen. Oh, vaar! Papi is vaar, hè? Vaga. Cool. Ik ben warm. Geweldig. As usual, welkom helemaal vanuit België. Hoe is het weer daar? Heel Europees? Lekker, moet ik zeggen. Lekker. Het is een beetje frisser dan voor een, zeg maar, een 4-5 dagen geleden. Maar het is toch een lekkere temperatuur. Ik bedoel, laten we wel wezen. Het is geen -5, dus we mogen lachen.
Oké, okay, it's tea time zoals gewoonlijk. Ja, dus wat staat op jouw label van jouw theetje? Nou, oh, laten we gaan kijken, laten we gaan kijken. Maybe you slok. Wat is jouw favoriete sprookje? Jesus. Over sprookjes gesproken. Ik had op een stoerdere uitzending gehoopt, hoor. Nou ja, nou ja. Nee, nee, nee. We kunnen dingen uit laten komen, toch? Maar laat me horen, wat is jouw favoriete sprookje? Vroeger heb je... Nou, je bent met sprookjes opgegroeid, neem ik aan. Dus ja, je moet een favoriete hebben. Ga ertussen, toch? Ik heb even denktijd nodig. Vinden jullie dat erg? Shelly, heb je op de top of your head iets? Ja, een antwoord hierop? Heel, heel erg. Mijn favoriete sprookje? Ja. Leicester City? Ja? Oh, sportgerelateerd. Nee, dat is niet. Nee, ja, ik bedoel, ik ga het wel sportgerelateerd maken. Ik bedoel, we gaan niet over een sprookje. Kom nou, we zijn wel de Lucky Dinsho. Het moet wel sportgerelateerd zijn. Is er een ander sprookje? Denemarken. Ja. Denemarken. Dat is een beter sprookje. Ja, dat was ook zo'n sprookje. Dat was ook zo'n sprookje. Geldt de Lion King als een sprookje? Ja, de Lion King? Zeker wel. De Lion King is een sprookje sowieso. Het is zodat het gefantaseerd is, is het een sprookje. Oh. Dus dat is je favoriete sprookje? Ja, daar gaan we het op houden. Een verhaal met alles erin. Politiek erin. Fun erin. Liefde erin. Shakespearean Tory erin. Dat kan ik natuurlijk wel heel erg appreciëren. Wat is de jouwe, Jeff? Ik zit nu... Nu heeft Shaluk me gebracht op... Want hij heeft een sport gerelateerd. Maar ik zat toch te denken aan nog een sprookje. Dat vond ik wel indrukwekkend. En om thuis te blijven... kan ik me nog heel goed herinneren dat het één groot feest was in het Caribisch gebied. Toen de Reggae Boys zich voor het eerst plaatsten voor het WK. Met een goede man ook alweer, die speelde voor Manchester United. Helpen jullie me even aan de naam? Dwight York. Dwight York. De big Dwight York. Dat was echt een kippenvel moment. We voelden het allemaal een beetje mee met Jamaica. Ondanks het niet ging om Suriname. Maar ik bedoel, you know, we are family in the Caribbean. En dat was wel een sprookje wat mij betreft. Hoor. Een van mijn favoriete sprookjes, ja. Oké. Okay. Voor Jamaica. We gaan straks zien. Als de kijkers zijn sprookjes aan het verschillen. niet de Lion King, maar de Lion King. Jeff zegt sprookje van Anansi. Owen zegt Griekenland. Ja, Griekenland was ook een EK-sprookje, inderdaad. Een lelijk sprookje, hoor. Er zit eentje bij die we niet... Er zit eentje bij die we niet in de uitzending gaan brengen. sprookje maar ook van, IJsland, hè? Nee. De beste... Ik ben het wel eens met Winston. De beste is wel Anthony Nesty. Hey. Olympische Spelen. Dat zeker. En mensen beginnen alweer met de vraag over onze nationale selectie. Dus ik weet niet of dit een goed moment is om onze gast in de show uit te nodigen. Dion? Nee, zeker weten. Dus laten we dat inderdaad maar doen. Deze legende is geboren in Suriname en was op 7-jarige leeftijd naar Nederland verhuisd. Begon op 9-jarige leeftijd meteen te voetballen. Heeft onder andere gespeeld voor Ajax, PSV, Lierse en Bordeaux. En dan bedoel ik uiteraard het team in Frankrijk, hoor. Hij is 6 keren uitgekomen voor de nationale selectie van Nederland. Hij heeft een lijst aan honors. Werd Europa Cup 2 kampioen. Hij werd kampioen van de UEFA Cup. Eredivisie kampioen, bekerkampioen in Nederland. En is in België landskampioen geworden. Is in België en Nederland uitgeroepen tot doelman van het jaar. Is trainer geweest voor onder andere Cambuur, Volendam, Lierse. Keeperstrainer van Oranje, trainer van Aruba en natuurlijk inmiddels is hij de trainer van onze eigen nationale selectie. Mag ik aan jullie introduceren, trainer Stanley Menso. Goedenavond. Oeh.
Ik denk persoonlijk dat dit mijn langste intro Goedenavond. is geweest in de Lucky D Show. Wat was van die intro? Wat popt out? Wat was je lievelingsmoment? Heb je tegen mij? Ja, tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk. Ja. Hoi, dus ik was aan het luisteren, maar ik denk, laat ze maar praten, want het gaat niet over mij, het gaat niet. Het lievelingsmoment, ik weet nog, Denemarken ben ik bij geweest, het EK in Zweden. We hebben toen met Nederland zelfs van Denemarken verloren met penalties, dus dat was heel dichtbij. Griekenland heb ik meegemaakt natuurlijk. Maar dan iets meer van afstand. Dus die dingen zijn voor mij vrij uniek. Maar als je kijkt naar Suriname, is Nestie natuurlijk wel als klein landje met nog geen miljoen inwoners. En iemand wint het goud op de Olympische Spelen. Dat is wel voor Suriname een enorme prestatie voor ons. Oké, welkom, welkom Trina. Is een natuurlijk een grote eer om je in de studio te hebben. Vertel ons, hoe is het? Hoe is de afgelopen periode geweest, de eerste maanden als trainer van de nationale selectie? Een vraag die ik vandaag ook gesteld. Je leeft gewoon door zo'n periode heen, je gaat er doorheen en je doet de dingen die je denkt dat je moet doen. Je hebt natuurlijk wel voor ogen wat je wil doen, maar dat pad is altijd wordt altijd anders. Je komt andere dingen tegen. Maar tot nu toe moet ik zeggen, positief, ondanks alle geluiden die je om je heen hoort. Toch een positief gevoel overgehouden over de laatste 4, 5 maanden. Chaluk? Ja, ik moet toch zeggen, we hebben nu bijna half jaar een nieuw beleid. Hetgeen wat heel erg opvalt is de opstelling als, wij noemen het model professional. Vanuit de voetbalwereld noemen we het een model professional. Geen emoties die onnodig zijn. Heel straight to the point. Heel ook direct. Als er het gevoel is, er is een fout gemaakt, tactisch wordt het ook gewoon gezegd. Als er meer gehaald moet worden uit de situatie, wordt het aangegeven. Het is zeer recht toe recht aan. En dat brengt wel een paar situaties die heel moeilijk zijn. En een van de moeilijkste situaties voor ons, ook voor onze kijkers, is dat er een aantal namen zijn van spelers, als een Convalius, als een Naji Hasselbank, die eigenlijk toch wel in de voorgaande jaren tot eigenlijk een status hebben gekregen als idolen voor de Surinaamse bevolking, die nu gewoon vanwege een duidelijk professioneel beleid hebben aangegeven van, ja, sorry, als je niet voor een club speelt, word je niet geselecteerd. Als je niet regelmatig speelt, word je niet geselecteerd. Zou je misschien kort nog even kunnen uitleggen waarom dat zo'n belangrijk criterium is om aan vast te houden en wat dat toevoegt voor de kijkers? Kijk, als je het proces van professionalisering, je geeft het aan, professionalisering ingaat, dan moet je zoveel mogelijk aan de regels houden, anders val je weer terug in het amateuristische. En dat is wat wij juist niet willen. Een speler die geen club heeft, heeft geen wedstrijdritme. Sterker nog, hij is niet ingeschreven bij de FIFA. Want hij is nergens ingeschreven, hij heeft geen club. Maar laten we op voetbaltechnisch houden. Als hij geen wedstrijdritme heeft, is de kans dat hij geblesseerd raakt is enorm groot. Want je bent niet gewend om wedstrijden te spelen. Je bent alleen maar gewend om te trainen. Dus dat soort aspecten spelen mee in je selectie of in je wetgeving of regelgeving, hoe je het wil noemen. Maar dat zijn wel hele belangrijke aspecten in het professioneel zijn en ook dus professioneel handelen. Je kan niet zeggen ik ben professional en je handelt niet professioneel. Dat is echt iets wat heel duidelijk moet zijn.
Wat je vaak ziet is dat mensen zeggen, ik ben prof. Maar ze denken niet als een prof en ze handelen niet als een prof. Dan ben je geen prof. Je bent geen prof als je geld verdient. Of je bent niet fit of als je alleen maar traint. Je hebt wedstrijdritme nodig. En om duidelijkheid te scheppen naar iedereen, stel je deze regels op. En niet meer en niet minder. En, regels zijn er om te verbreken natuurlijk. Er zijn altijd uitzonderingen. Ik bedoel, als je geen speler meer hebt, dan moet je toch spelen met een speler die geen wedstrijdritme heeft of geen club heeft, bij wijze van spreken. Maar dat zijn de regels, de wetten in het professioneel voetbal. En waar willen we naartoe? Oh, sorry. Jeff? Ja, ik ben... Omdat we heel vaak, zoals Jaluk zegt, dit soort van vragen kregen. Wanneer er weer selecties worden bekendgemaakt. Van ja, maar waarom in Vincent Convalius niet? Of waarom die niet? Of waarom dat niet? En het is heel belangrijk dat de mensen ook een beetje weten. De achtergrond van een bepaald beleid dat wordt uitgestippeld. En ook waarom een bepaalde speler er niet is. Want zowel in technische zin, maar ook zoals u uitlegt. De man is niet ingeschreven bij de FIFA. Dus hij kan onmogelijk deel uitmaken van selectie. En anders is hij gewoon ongerechtigd om te spelen. Zover ik weet wel hoor, dat laatste stukje van de FIFA, dat niet volgens mij is dat zo. Maar goed, maar ik wil eventjes met u teruggaan naar de periode voordat u bondscoach werd. En ik weet niet of u zich nog kunt herinneren. Het was ongeveer precies 4 jaar geleden, 2018. En ik heb u toen gesproken bij de wedstrijd van de toekomst. Toen nog in de hoedanigheid van... voorzitter van Suriprofs. Ja. Gesproken. En toen was al sprake ervan dat u mogelijk bondscoach zou worden. Er waren gesprekken gaande. Dat u bondscoach zou worden. Van Nacho. Achteraf bekeken. Heeft u spijt van dat u toen niet al gekozen heeft om bondscoach te worden van Suriname? Was het 2016 of 2018? Volgens mij 2016. 2018 was het. 2018, de wedstrijd van de toekomst in Rotterdam. Nu het zeg, ja, ik dacht dat je bedoelde de wedstrijd op de toekomst bij Ajax. Nee. De wedstrijd van de toekomst. Ja. Spijt, weet je. Nee. Heel simpel eigenlijk, heel kort en bondig. Nee. Alles komt op het moment dat het moet komen. En... waarom ik het toen niet gedaan heb, is volgens mij omdat ik net toen terugkwam uit Zuid-Afrika. We waren net terug. Of we waren bezig terug te komen. Mijn zoontje zat op school. En die moest weer terug naar een internationale school hier in Nederland. Volgens mij was het ook iets met mijn vader die ziek is en in de tussentijd is overleden. Dus... het moment was niet daar. En vandaar. Dus ik heb er geen spijt van. Ik heb wel gezegd toen het moment zich nu aandeed van... ja, ik ben er nu klaar voor. En er is niks dat mij tegenhoudt op dit moment om het nu wel te doen. Sterker nog, ja. Ik vond nu dat ik het wel moest doen. Ja, en die sprong maken naar Aruba toen... toen heeft u ook in hoedanigheid van interim bondscoach bij Aruba tegen Nacho gespeeld. Ja. Kriebelde toen al van, ik moest eigenlijk daar op die bank zitten, maar wat een bocht. Nee. Ik heb voor Aruba bewust gekozen toen ik terugkwam uit China. Het is toch een beetje de regio. Je kan weer bij je familie zijn, dichter bij je familie. En je leert inderdaad, leerde ik de regio kennen, waar ik nu mijn profijt uithaal. En die wedstrijd tegen Suriname, nee, ik kende het hele traject waar Suriname in was beland, hè, met de diaspora-spelers. En dat vond ik een hele mooi traject. Waarom? Ooit zijn we met de Suriklas begonnen om dit voor elkaar te krijgen. Dat spelers uit Nederland met een Surinaamse achtergrond voor Suriname zouden kunnen uitkomen.
En nu mocht ik gewoon tegen dat elftal spelen. Ja, dat vond ik wel uniek. Maar op dat moment was ik inderdaad interim bondscoach van Aruba. Ja, en ja, ik ben wat dat betreft, dan hou ik me vast aan voor wie ik werk en voor wie ik ben. En op dat moment was maar wat voor u Aruba. Ja, wat is voor u de doorslag dan dat u op een gegeven moment kon zeggen van ik ben nu ready om inderdaad, toen u werd gevraagd om bondscoach te worden. Maar ja, nu ga ik het wel doen, ja. Ja, weet je, soms komen alle dingen bij elkaar. Het feit dat je gebruik kan maken van diaspora spelers. Het feit dat ik mijn job op Aruba als technisch manager van de bond, ja, dat was niet echt mijn ding. Ik ben toch iemand die meer op het veld moet staan dan meer achter mijn bureau zitten. Maar ja, het gegeven wat hier is gebeurd in Suriname natuurlijk met Dean. Ja, toen vond ik van dat ik nu mijn plicht moest gaan vervullen en zorgen dat ik er voor het Surinaamse voetbal me beschikbaar stelde. Dus alles eigenlijk kwam een beetje bij elkaar. En, je wordt niet jonger, je wordt ouder. Je weet niet wanneer zo'n kans zich weer voordoet. Nee, dat was het eigenlijk. Ik vond dit het moment. Oké, okay, er komen heel veel van dit soort opmerkingen langs. Stefano Denswil met zijn vlag. Summerfield, Joel Peru. We kunnen zo doorgaan met Riedewald, Dilrosson. Die lijst is lang. Wat is je mening wanneer je al deze spelers voorbij ziet komen en ze zijn niet toegevoegd bij de selectie? Wat voor reactie geef je daarop? Kijk, er is enorm potentieel aan Nederlandse voetballers met een Surinaamse achtergrond. Want dat moeten we wel niet vergeten. Het zijn jongens die hebben een Nederlands paspoort. Om voor Suriname uit te willen komen, moet je een Surinaams paspoort aanvragen. En die mogelijkheid is er. Alleen je moet hem nog steeds aanvragen. Pas als jij een Surinaams paspoort hebt, kan ik jou selecteren. Zo simpel is het eigenlijk. Dus wij, en dan bedoel ik Brian Tevreden en zijn Tevreden groep, wij benaderen deze jongens, of zij voor Suriname of voor Nacho willen uitkomen. Maar meer kunnen wij kunnen ze niet een Surinaams paspoort in hun duwen. Zij moeten ervoor kiezen. Ja, en bepaalde spelers hebben er nog niet voor gekozen. Dus kan ik ze niet selecteren. Duidelijk antwoord, heel duidelijk. Duidelijk antwoord. Jean-Luc, ga je gang? Ja, er zijn een heleboel vragen die langskomen. Natuurlijk gaan wij straks uitgebreid de voorbeschouwing alvast doen van de selectie, de uiteindelijke selectie die er is. Eén vraag die ook al meerdere keren voorbij is gekomen hier in de comments is: waarom Namiel Dankerlui niet in de selectie zit? En dan meteen een vervolgvraag daarop, want er wordt ook heel veel gespeculeerd wie gaat op die rechtspositie spelen in de selectie die nu is uitgebracht. Wie zijn de potentiële rechtsbackspelers die er in de selectie zitten? Damiel is er niet bij omdat hij geblesseerd is. Hij heeft zich geblesseerd afgemeld. Zijn club heeft hem geblesseerd afgemeld. Hij heeft in de laatste wedstrijd heeft hij een enkel blessure opgelopen. Ja, eigenlijk mag je niet verder over uitweiden, want dat zijn privacyregels. Maar hij is er dus niet bij. Ja, de rechtsbackpositie kan je dan op verschillende manieren in gaan vullen. Met een vervanger, een directe vervanger. Daar zou bijvoorbeeld Kelvin Leerdam kunnen spelen, die daar vaak heeft gespeeld. Eigenlijk, die daar is begonnen met in zijn beginjaar als prof heeft hij daar gespeeld, volgens mij. Maar je kan het ook op een andere manier uitvullen met een soort van halve rechtsback. Dus dat je met drie man achterin gaat spelen. En dan heb je een. Is internet. Jo, op een belangrijk moment, joh.
Nee, guns, Nee, man. dit is strategisch uitgekozen. We willen natuurlijk geen keuzes vooraf. Als perschef dachten we van, hey, luister, dit ging eventjes te diep op wie daar kan zijn. We moeten gewoon wachten op wie daadwerkelijk. Ja, even filosoferen. Laat Jeff en ik even praten. Dan kan je even met onze bondscoach kijken wat er aan de hand is. Dit is wel heel strategisch, man. Ik kan me niet voorstellen dat dit gebeurt, joh. Zeg, in de comments. If you see the comments, dan leer dan you. Hey. Jeff, wat denk je? Nou, het is goed. Maar kijk, ik denk, hij gaat uiteindelijk niet zeggen van wie hij gaat kiezen, maar hij mag wel erover filosoferen, toch? Wat de mogelijkheden zijn. Het is in principe simpel. Maar wat gaan we doen? Gaan we dan direct die selectie met hem bespreken? Verder? Of? Ik denk wat het beste is, aangezien Dion nu even met onze bondscoach gaat bellen om te vragen waarom hij is uitgevallen. Misschien kunnen we de selectie even in beeld brengen, inderdaad. Ik zal even de selectie alvast in beeld brengen. Dit is hem. Dit is de definitieve selectie. Ja, ik ga even gewoon de definitieve selectie van Nacho in beeld brengen. En dan kunnen we even kort daarover praten. Terwijl onze bondscoach zo weer in beeld komt. Laten we kijken of het me lukt om hem in de ik heb wat dingen gemaakt, hoor. Kijk, oh, deze. Ja, oké. Okay. Nee, oh, dat is misschien beter, inderdaad. Juist, oké. Okay. Dus Damiel Dankele, die is inderdaad niet bij deze keer. Dat is net uitgelegd waarom. En Jamiljo Richters is er wel bij. Die was in de voorgaande selectie bij Thailand buitengelaten. Die is toegevoegd. Dus ik denk dat dat de twee belangrijkste. En natuurlijk Kenneth Paul, die erbij is gekomen. Ja. Dat zijn de belangrijkste namen, ja, toch? Dus de spelers die zijn afgevallen zijn bij de keepers Kleider Kooienaar. In de verdediging Damiel Dankerlui. Dat was een groot vraagteken. Hebben we net het antwoord gehad van de bondscoach. Anduelo Amuferi, dat is wel een opvallende. Want die was er tijdens de trip van Thailand erbij. En hij was er ook bij. Bij de wedstrijden die we hebben gespeeld tegen Guyana en Barbados. En op het middenveld is Bjorn Sandvliet uitgevallen. In de aanval Dimitri Appai en Vincent Convalius. Het verhaal is daar ook duidelijk waarom ze niet in de eindselectie zitten. Geen club. En dan nu Kelvin McIntosh. Shaquille Pinas is terug van weg geweest. Miguel Darsson is ook terug in de selectie. En dan Kenneth Paul is de nieuwe in de selectie. En dan Jamiljo Richters. De vorige keer hadden we hem al verwacht in de trip naar Thailand. Maar nu is hij er eindelijk bij. Dus hij is de nieuwe man vanuit de homegrown guys. Die er dus in zit. Maar is, okay. Maar, stel je daar? Ja, de techniek is terug. Dus welkom back in de uitzending. Ja, het heeft met mijn... Met mijn internetverbinding te maken worden. Dus, oké. Okay. Het was een heel tactisch moment. We zijn dus heel benieuwd naar die halve positie, rechtbackpositie. We hebben er even over gesproken, dat geven we niet prijs. Nee, is een grapje. Ga je gang stellen. Nee, wat ik zei, je kan ook met drie centrale verdedigers springen. En dus een 3-4-3 of een 3-5-2. Dus je kan het op verschillende manieren invullen als je niet echt een echte rechtsback hebt. Mienti Abena heeft daar ook gespeeld. Dus die zou daar ook kunnen spelen. Dus daar komen we wel uit. Dat is het probleem niet. Dat kunnen we wel invullen. Maar ik moet toch die vervolgvraag stellen. Omdat heel veel van onze kijkers daarover praten. Heel veel kritiek geweest op Kelvin Leerdam. Meerdere wedstrijden. En het is weer een beetje gecombineerde vraag. Een vraag die een van onze kijkers, John, vaker heeft gesteld. De rechterflank van Nacho heeft vaker steen te laten vallen tijdens wedstrijden onder trainer Dean. En ook in de eerste helft tegen Thailand. Ik hoor je heel snel. Hoor je me nu beter? Ja, oké. Ja, ja.
Ja, dus de rechterflank is vaker tijdens wedstrijden, ook tijdens trainen Dingori, een probleem geweest. En u gaf ook aan, de eerste helft tegen Thailand was dat behoorlijk was het zwaar. Heel veel mensen in de comments praten ook over van, ja, Leerdam, waarom Leerdam, waarom Leerdam. Misschien kunt u toch kort even aangeven wat de value is van Leerdam als voelen, als voetballer en waarom hij toch een belangrijk onderdeel is ook van onze nationale selectie. Ja, kijk, ja, er zijn natuurlijk half miljoen bondscoaches en zo maar. Het feit is wel dat je te maken hebt met een x-aantal spelers die je tot je beschikking hebt. Met bepaalde kwaliteiten. En daar wil je zo goed mogelijk gebruik van maken. En, in elk elftal, elk elftal is er wel een positie die minder bezet is of waar je probleem mee hebt. En misschien is het bij Suriname de rechtsback positie. Dan moet je zorgen dat niet zo gaat opvallen. Dus dan moet je dat gaan camoufleren of daar moet je op anticiperen. En soms heb je niks anders dan degene die daar speelt te laten spelen en zorgen dat hij wat extra ondersteuning krijgt of dat je op een andere manier gaat spelen. Maar het is wel de kwaliteit die je hebt. Je hebt geen andere rechtsback die het misschien beter zou kunnen invullen. Oké, we hebben een nieuwe toevoeging. Kenneth Paal. Voornamelijk links. Desondanks heb je hem geplaatst middenvelder. Kun je dat alsjeblieft uitleggen? Kenneth kan zowel links op het middenveld als linksback spelen. Bij Zwolle op dit moment speelt hij links op het middenveld. In een vijfmans middenveldsformatie. Dus daar zouden we hem ook kunnen gebruiken. We hebben in Habs hebben we al een linksback. Dus je zet hem op het middenveld, maar hij kan ook linksback spelen. Dus ja, als Habs uitvalt, is hij in mijn ogen de eerste die linksback gaat spelen. En dan valt gelijk de vraag over Amoveri, is gelijk beantwoord. Ik heb nu een andere optie om een linksback positie in te vullen. En daarom zit Amoveri er niet bij. Oké, duidelijk. Mijn vraag heeft betrekking op de manier waarop u graag wilt spelen met Nacho. We weten, u komt uit de Ajax-school. En Ajax staat bekend om 4-3, maar tegenwoordig was er niet zo lang geleden ook een hele discussie gaande. Toen de ex-trainer van Ajax in een andere formatie ging spelen met dan Ajax gewend is mee te spelen. En tegenwoordig, overigens, in het algemene zin, zijn formaties niet meer zo statisch. Je hebt heel elftallen die heel wisselend kunnen spelen. Er is wel een basisformatie waarin men aantreedt, maar kan wisselen aan de hand van de tegenstander. Maar wat is volgens u filosofie, dus de formatie waarin u graag zou willen spelen met dit materiaal dat u heeft aan spelers van Suriname? Zonder om altijd natuurlijk te veel informatie prijs te geven, want de tegenstanders die luisteren ook mee. Ja. Maar ik bedoel, gewoon om uw gedachten een beetje te kunnen lezen. Maar je zegt iets heel belangrijks net. De kwaliteiten van de spelers. Mm-hmm. Je moet spelers in hun kwaliteit laten spelen. In hun kracht. Want een nationaal elftal is een mengelmoes van verschillende spelers. Dus soms ook verschillende speelstijlen. En als iemand gewend is te spelen in een 4-3-formatie. Zeg maar, hij is een echte winger. Ja, dan moet je hem niet in een 4-4-2 laten spelen. En andersom dus ook. Dus je kijkt naar de kwaliteiten van je spelers. Wat heb je tot je beschikking? En zo probeer je te spelen. Dat kan niet altijd, want je hebt met 11 spelers te maken. Maar je probeert wel zo te spelen. Zoveel mogelijk de spelers in hun kracht te laten spelen.
Het is heel filosofisch hoor, zoals ik het uitleg, maar zo denk je wel als trainer. En daardoor komt soms wordt een speler waarvan je zegt van hey, normaal, maar dat moet play. Komt hij niet aan het spelen toe, omdat anders het hele elftal zich moet aanpassen aan zijn manier van spelen. En als je nou Maradona bent of Messi, dan is het wat anders dan als je gewoon een goede speler bent. Dus ik ben opgegroeid en mijn filosofie is ook vanuit het 4D-systeem, formatie. Daar kan ik heel uitgebreid over praten, omdat ik zo ben opgegroeid. Het is duidelijk, het is herkenbaar voor iedereen, voor alle spelers. Als je naar rechts kijkt, weet je dat je rechts buiten voor je hebt. Als je naar links kijkt, weet je dat je links buiten voor je hebt. Dus het is heel herkenbaar voor je eigen spelers, maar tegelijkertijd ook voor je eigen, voor de tegenstander. Dus daar ga je ook weer een invulling aan geven. Door bijvoorbeeld met een rechtsbenige speler op links te spelen. En andersom. Door bijvoorbeeld je buitenspelers meer naar de binnenkant te laten spelen. En je backs meer aan de buitenkant. Hè, en hoger op te laten spelen. Maar dat is wel vanuit een formatie, een basisformatie. Hè, en zo creëer je een speelwijze eigenlijk. Maar je hebt wel een basisformatie. Ja. Aan de hand van de kwaliteit van je speler. Oké, ik wil met een voorbeeld wil ik verder in uw hoofd kijken. Tijdens de wedstrijd die gespeeld is tegen Thailand, was een toen nog veel gevraagde opstelling op het middenveld Charon Sherry samen met Diego Biseswar te laten spelen. Ja. Maar het pakte, tenminste in de eerste helft, zoals we dat hebben gezien, pakte dat niet zo goed uit. En heeft u in de tweede helft daarin een verandering gebracht. Kunt u ons even meenemen, bedoelt u dat met dat u ook zo flexibel bent om te zien van hey, als iets niet gaat, dan kan ik ook de formatie even omkeren om iets anders uit de selectie, uit het spel te krijgen van de selectie? Ja, dat is heel leuk. Ik heb met die twee jongens heb ik het erover gehad. Ik heb voor de wedstrijd heb ik tegen ze gezegd van eigenlijk kan één van jullie, kan er maar één van jullie beide op het middenveld spelen en niet twee. Mm-hmm. Waarop er een discussie ontstond en zei ze, oh, Lotharina, we kunnen echt met z'n tweeën bespreken. Ik zeg, weet ik het zeker. Nou, we gaan het laten zien. Nee, echt, we kunnen het echt waar. Ik hou van creatieve spelers, spelers die iets extra's, iets extra's brengen in het spel. En ook aanvallend ingesteld zijn. En dat kan. Maar ook je elftal moet daarop ingesteld zijn. En als je met twee van dit soort creatieve spelers speelt, dan moet je een iets meer verdedigende persoon achter die twee hebben, die dat verdedigende organiseert en regelt. En als je die niet hebt, moet je niet met die twee spelen. Als je die hebt, moet je met die twee spelen. Nou, dan kan het, laat me het zo zeggen. En je zag het dat met Diego en Charon, dat niet ging. Ze kwamen allebei naar de bal toe, dus heel weinig diepte vanuit het middenveld. Eén van die twee moet diep gaan spelen. Je had Kelvin Leerdam die op het middenveld speelde. Ja, dat was onze controleur, zeg maar. Maar ja, als je geen diepte hebt vanuit het middenveld, dan komt je spits geïsoleerd te staan. Ja, want die staat tegenover twee, soms drie man. Ja, en dan kom je niet in je spel, en zeker niet in je aanvalsspel. Dus daarom moesten we in de tweede helft moesten we daar een verandering in aanbrengen. En hebben gekozen om Diego eruit te halen. En Charon te dus met andere woorden, u bent wel wijzer geworden uit die wedstrijd tegen Thailand. Van wat mogelijk voor de toekomst kan gaan gebeuren met de selectie. Op de manier waarop u wilt spelen. Ja, ik moet natuurlijk ook de jongens leren kennen. En, een selectie ontstaat door een bepaalde idee die je hebt. Of een elftal, om het zo te zeggen. Een selectie, maar een elftal ontstaat door een bepaald idee dat je hebt over voetballen. Maar het ontstaat soms ook door toevalligheden. En dat moet je niet, daar moet je niet blind voor zijn. Hè, dat iets ineens zomaar ontstaat, zonder dat je erbij stilstaat. Want dat gebeurt heel vaak bij je in elftallen in teams. Dat er ineens een klik is tussen twee spelers of tussen drie spelers. Waardoor een elftal heel goed gaat draaien dan daarvoor.
Dus ja, ik leer de spelers beter kennen. Ik leer hun kwaliteiten beter kennen. Maar ook hoe ze hun kwaliteiten samen het beste terecht kunnen laten komen. Want ze moeten nog steeds samenspelen. Een beetje ingewikkeld. Oké. De vorige week, eigenlijk vanaf vrijdag, is er een stelling op Facebook in onze groep gelanceerd. En die stelling luidt als volgt: Nacho moet voorlopig niet meer spelen met twee elftallen. Dus de A-selectie, waarbij je uit de pool kan selecteren van de beste spelers. En zoals we gespeeld hebben tegen Frans Guyana met spelers uit de lokale competitie. Dat was de stelling. Wat gaat uw mening hierover? Dus ik heb het eerste gedeelte verstaan, het laatste gedeelte niet. Wat is mijn Oké, mening hierover? ja, wat is uw ja, mening correct. over? Wat is Ja. uw mening over de stelling? Ja, ik weet niet waar deze stelling vandaan komt en bij wie, want er zou ook zomaar een stelling kunnen zijn dat het juist wel moet gebeuren. Want de ene persoon vindt dat de jongens, lokale jongens, ook een kans verdienen en zij moeten zich ook ontwikkelen. En de andere vindt, we moeten alleen maar met de diaspora-spelers spelen. Ik vind dat de lokale spelers. Je hebt ook, het is het Surinaamse nationaal elftal. En daar wil je de beste spelers voor selecteren. Helaas zijn op dit moment de beste spelers komen niet uit Suriname. Maar dat wil niet zeggen dat je die spelers in Suriname geen kans moet geven om zich te ontwikkelen. Ook al is het maar 5% of is het maar 1%, je moet ze een kans geven. De focus ligt natuurlijk op het presteren en dat ligt duidelijk bij de spelers, het elftal met de spelers uit de diaspora. Dus ik vond, voor mij was de wedstrijd tegen Frans Guyana was heel leerrijk. Niet alleen technisch-tactisch, maar ook gewoon qua gedrag. We hebben net gehad over professionele houding. Ja, ik heb daar gezien dat nog heel ver weg is voor deze spelers. Maar we willen wel straks een profcompetitie gaan opzetten in Suriname. Dus spelers moeten gaan leren dat, wat ik al zei, dat prof zijn niet inhoudt dat je geld krijgt en dat je, nee, je gedrag, je houding, je manier van leven, je manier van denken, dat is prof zijn en niet omdat je alleen geld krijgt. En dat kan je alleen maar leren herkennen op dit soort momenten. Dus wat te spelen tegen goede tegenstanders in de regio. Dus ze zitten meten met deze tegenstanders, hè, want anders heb je nooit een meetmoment. Daarnaast heb ik ook spelers nodig op dit moment die moeten kunnen aansluiten bij de diaspora-spelers. Hè, want hoe weet ik of Richters, of ik die wel kan selecteren, ja of nee? Dat kan ik alleen maar doen door hem te zien spelen op een bepaald niveau. En als ik hem alleen maar bij zijn Robin Hood zie spelen, ja, dan heb ik een ander beeld van hem of geen goed beeld. Ja, en dan krijg ik weer te horen van ja, je gebruikt geen Surinaamse spelers. Dus het kan alle twee kanten op. Voor mij is het belangrijk. Ik wil dat zij, als het kan, dit soort momenten meemaken. Het is goed voor een ontwikkeling. Zowel fysiek, tactisch als mentaal. Want je speelt samen en je traint samen een periode met de beste. En je kan je alleen maar ontwikkelen als je met de beste traint en speelt. Dus het is ook goed voor hun. Ze moeten wel mentaal daar ja, klaar voor zijn. Of moeten ze daaraan aan werken, kan het zo zeggen. Ja, over Jamiljoen Richters gesproken, die is er nu wel bij in de eindselectie. Maar de spits, ja, ze zeggen, wat mij betreft, hoor, laat me maar goed zeggen, voor mij betreft is dat de nummer 1 spits van Suriname, Gleofilo Fleiter, is op dit moment ook best hot. In zijn laatste partij heeft hij volgens mij, in de laatste drie partijen heeft hij volgens mij 3 keer gescoord. Die Dus hij sorry. is. Ik verstond de naam niet. Nog een keer?
De nummer 1 spits, ik verstond de naam niet. Nee, ik zei voor wat mij betreft de nummer 1 spits van Nacho, Gliuvilu Vleiter. Die is op dit moment behoorlijk hot. Maakt dat de keuze voor met wie u gaat spelen uiteindelijk in de spits moeilijker? Nu Jamiljo Richter staat ook bij. Nee? Nee, maar even, laten we even heel realistisch zijn. Dan kan je Jamiljo Richters vergelijken met Gliuvilu Vleiter? Die in al 2 jaar lang, of de laatste 2 jaar gewoon betaald voetbal speelt. En Richters heeft de afgelopen 2 jaar geen betaald voetbal gespeeld. Dus die vergelijking mag je nooit maken. Dat is niet eerlijk ten opzichte van die jongen. Want hij kan er niks aan doen dat hij 2 jaar niet heeft gespeeld. En dat is waarschijnlijk ook een reden waarom je zo iemand niet direct selecteert. Omdat hij heeft 2 jaar stilgestaan. Hij heeft 2 jaar zich niet ontwikkeld. Hij heeft 2 jaar niet gevoetbald. Dan is het logisch dat iemand... Ja, niet, dan wil ik hem nog eens vergelijken met Vleiter, want dat is appels met peren vergelijken. En daar moeten we goed naar blijven kijken, dat je hebt spelers hier die 2 jaar lang niet hebben gevoetbald. Die op een veel lager niveau voetballen, die 3 keer in de week trainen en op een bepaald niveau. Ten opzichte van jongens die elke dag trainen op een hoog niveau en al... Gewoon de afgelopen jaren continu spelen. Dus dat moeten we niet met elkaar gaan vergelijken. Wij geven Jamiljo een kans. 1, omdat die positie vrijkomt. Die positie was niet vrij tegen Thailand. Daar hadden we al genoeg vleugelspitsen. Hij is nu wel vrijgekomen. Of laten we zeggen, we hebben wel die keuze gemaakt om hem een kans te geven. En hij moet nu laten zien dat op trainingen. Het niveau aan kan voor deze periode, want hij is nog lang niet zo ver. Nee, ik ben heel blij met uw antwoord, want ik stel deze vraag ook bewust om ook onze kijkers, een beetje mee te geven van wat de overwegingen zijn voor een bepaalde speler die wordt geselecteerd. Ja. En ook waarom u voor een bepaalde speler kiest in de spits. Want we kunnen Vleiter zeker niet vergelijken met Jamiljo Richters, want het verschil is heel groot. Een andere speler die er nu wel ook bij gaat zijn, is Geraldo Becker, die ook een heel sterke competitie heeft gedraaid. Wat is trouwens de status van Becker? Want hij is geblesseerd geraakt, dacht ik, in zijn laatste partij. Laatste wedstrijd. Ja, dat zijn we nu met. Daar zijn we nu mee bezig. Hij heeft gerevalideerd de afgelopen weken. En we zijn nu aan het kijken of hij... het heeft geen zin om die jongen hier naartoe te halen. En hij gaat maar voor 60% fit zijn. Dat is niet goed voor hem, goed voor ons. Hij kan weer geblesseerd zijn. Dus we moeten wel weten dat hij voor 90 tot 100% fit wordt. En dat zijn we nu aan het bekijken. Maar daarvoor heb ik hem wel geselecteerd. Ja. Want ik ga ervan uit dat hij dat wel wordt. En als hij het niet wordt de aankomende dagen, ja, dan moeten we hem vervangen. Dus de mogelijkheid bestaat nog dat Geraldo Becker kan worden vervangen als hij niet, laten we zeggen, optimaal fit is om te kunnen spelen. Ja. Je maakt gebruik van spelers van een club. En ik wil niet een speler... hier gebaseerd, onverantwoord risico's nemen, zodat hij gebaseerd terug gaat naar zijn club. Want dan weet ik zeker dat de club mij de volgende keer dwars gaat zitten. Duidelijke boodschap. Stel nou dat hij fit is. Becker heeft bij Union Berlin de laatste tijd niet, want eigenlijk kennen wij hem in de nationale selectie van Suriname als een vleugelspeler. Nu heeft hij bij Union Berlin eigenlijk in de spits gestaan, vaak een tweespitsen systeem. Hoe realistisch is een aanval met twee spitsen, bijvoorbeeld Vleiter en Becker in de spits? Behoort dat tot de mogelijkheden? Ik kan goed dus de regels doorlezen, want dat behoort inderdaad tot de mogelijkheden. Als iemand dat iemand zijn kracht is, als hij in de Bundesliga op die manier gewoon wekelijks toch uitblinkt, ja, dan moet je hem niet uit zijn kracht halen, dan moet je hem juist laten spelen in zijn kracht.
als het mogelijk is in het elftal. En ja, dat gaan we bekijken de aankomende dagen. Iemand kan ook, je kan met twee spitsen spelen, met 4-4-2. Maar je kan ook met twee spitsen spelen die meer naar binnen spelen. Die onder een spits spelen, die onder een centrum spits spelen. Maar wij willen hem zoveel mogelijk in zijn kracht laten, want hij is heel belangrijk voor ons. Hij is heel belangrijk bij zijn club. Dus dan moeten we hem geen dingen laten doen. We moeten hem niet op doel gaan zetten. Want dan hebben we... Snap je wat ik bedoel? Dus, heel extreem uitgelegd. Dus, oké. Hij scoort, hij geeft assist. Dus nee, belangrijke speler voor ons. Nee, zeker weten. En natuurlijk ook Rizziano Hap speelt op dezelfde manier bij Venezia. Dus dat systeem is natuurlijk geen... niet onbekend bij ons. Maar zoals normaal doen we een... Wat doen we, Shaluk? Gaan we een kabeltje doen? Ja, we gaan een kabeltje doen. Ja. We gaan een kabeltje doen. Terwijl Shaluk dit voorbereidt, dan introduceer ik dit heel even voor de kijkers die er pas bij zijn gekomen. En natuurlijk ook voor uw bondscoach. Een kabel is basically een set aan vragen waarbij het antwoord van de vorige vraag een relatie heeft met de volgende vraag. Dus het is basically een quiz. En er zijn prijzen te winnen. En meestal regelt het Shaluk zodanig dat de quiz of de kabel gerelateerd is aan onze gast. En natuurlijk bent u onze gast vandaag. Dus Shaluk, without further ado, ga je gang. Voordat je begint, okay, leg alsjeblieft even uit wat er te winnen valt. Oké, zoals gebruikelijk, er is te winnen een waardebon van 100 SRD van het VAT. De winnaar van volgende week maken we nog bekend. Maar deze week is het natuurlijk in het thema van onze bondscoach Stanley Menso. We hebben hier een boek, dat gaan we niet weggeven. Die is niet te winnen vandaag. Dion en ik willen hem beide hebben. Er staan heel veel verhalen in. Er staat ook het verhaal in of onze bondscoach Europees kampioen had kunnen worden met Oranje, en daar is er een veel groter verhaal. Normaal gesproken zou ik daar iets over willen, een vraag willen stellen, maar ik ga vanwege de kabel een iets andere vraag stellen. Want bondscoach Menso, u bent natuurlijk gedebuteerd tijdens deze wedstrijd, Nederland-Denemarken in 1989. Wat kan u nog herinneren van deze wedstrijd? Wat heb ik met dit? Ja, ik was op het stadion. Ja. Ik kwam erin in de tweede helft. En wat ik weet is dat ik... ik stond al heel lang op de nominatie om Van Breukelen of Hiele te vervangen. En dan wacht je op zo'n moment. Dat moment komt niet. En achteraf gezien misschien terecht. Want die twee deden het goed. En als mensen het goed doen, dan moet je ze laten staan. Het nare was van dat ik heb... Als je je debuut maakt voor zo'n belangrijk elftal, dan hoop je dat het gaat op een leuke manier. Maar ik kreeg gewoon in de rust te horen van, oh, jij speelt de tweede helft. En warm je op, want je gaat spelen. Dat vond ik heel pijnlijk. Het heeft me altijd, is me altijd bijgebleven dat... Het werd afgedaan als van, laat me een brik geven. En dat heeft me altijd gestoord. En dat is, volgens mij komt dat terug in het boek. Oké. Toch wel eigenlijk heel veel vervolgvragen die komen. Maar mensen, we zijn met de kabel bezig. We gaan een set aan vragen stellen. 5 vragen in totaal. En jullie moeten binnen 20 seconden antwoord geven op deze vraag. Dus we beginnen met de eerste vraag van de kabel vandaag. Deze wedstrijd eindigde dus 2 voor Nederland, 2 tegen Denemarken. Onze bondscoach Stanley Menso, zoals hij vertelde, kwam hij in de tweede helft erin. Welke andere speler van Surinaamse komaf debuteerde ook tijdens deze wedstrijd? Nogmaals, welke naast onze bondscoach Stanley Menso, welke speler van Surinaamse komaf debuteerde ook op 6 september 1989? Jullie hebben 20 seconden. En de tijd gaat nu in. Welke speler van Surinaamse komaf debuteerde
net als Stanley Menzo in oranje op 1989. Er zijn al een aantal antwoorden binnen. Er zijn mensen die zeggen Hasselbank, er zijn mensen die zeggen Frank Rijkaard, Ruud Gullit, Dien Goree, Van Bronckhorst, Winter, Brian Roy, Aaron Winter weer, Vandenburg, Rijkaard, Gullit, nog een keer nee. Brian Roy, Seedorf, Daley Blind. Jongen, Daley Blind was toen nog een pioor. Mooi. Rijkaard. En ik weet niet wat voor Surinaamse link Daley Blind heeft. Ik was 3 jaar oud, David. Ik kan de mensen garanderen, het was geen Gullit of Reka. Die hebben natuurlijk in 88 het EK gewonnen met Oranje. Dus die zijn het niet. Nog een andere, Regie Blinker van Gobbel, die had ik nog niet gehoord. Nog een blind, mooi. Ik weet niet wat ze met die Daley Blinds hebben. Henk Vrezer. Heren, weten jullie? Nee, Danny Blind. Ik weet het niet. Ik denk het te weten. Was de Ajax niet op dat moment? Ja, ja, het was de Ajax niet. Dus we gaan even de andere eerst. Dion, ja. Ik denk dat het is het niet Davids? Nee, het is geen Davids. Nee, zeker geen Davids. Ik zou zeggen Gerald Vandenburg, maar dat die zo al langs in de buurt hebben gemaakt. Nee, die speelde ook al. HM? Nee, ook niet. BR. Nee. Sorry? Het juiste antwoord is namelijk... Zou zijn DR. Brian Roy is het juiste BR. Antwoord. Oh, BR. Ik heb een vraag, Brian Roy. Ja. Is Brian Roy Surinamer of Antilliaan? Heeft beide volgens mij. Ze komen af. Want ik dacht ook aan Brian Roy, maar ik heb zo'n selectie gemaakt en ik heb Brian Roy op de bank gezet. En in de comment sectie zat het vol met, nee, Brian Roy Antilliaan, Brian Roy is Antilliaan, nee, Brian Roy is Antilliaan. Nee, hij heeft beide achtergronden, als ik me niet vergis hoor, Antilliaans en Surinaams. Ja, kijk, Furry zegt het ook al, deze man is geen Surinamer. Ik heb nooit gezegd dat hij een Surinamer is. Hij is van Surinaamse komaf. Hij heeft wel Surinaamse roots. Ik heb wel over Brian Roy gedacht, trouwens. Okay, maar waarschijnlijk waren het alleen Antillianen die aan het reageren waren die dag. Dus dat kan ook. Er zijn meerdere mensen die vinden dat hij niet van Surinaamse komaf is. We gaan hier, we gaan naar de jury gaan om dit antwoord nader te bekijken. Maar aangezien jullie niet vinden dat bepaalde mensen die op Surinamers lijken... geen Surinamer zijn, gaan we maar even praten over iemand die dan geen Surinamer is. Brian Roy heeft gespeeld voor Nottingham Forest. Dat deed hij 3 seizoenen in de jaren 90. Zijn eerste seizoen kwalificeerde Nottingham Forest voor Europa. Het tweede seizoen ging het minder goed en het derde seizoen degradeerde hij zelf met Nottingham Forest. In dat seizoen werd de andere speler, een Nederlandse spits, erbij gehaald om voor Nottingham Forest te spelen om het verschil te maken. Om welke spits gaat dat? Oh, dit moet ik weten, mijn god. Spins speelde samen met Brian Roy zijn... Toen Brian Roy zijn laatste seizoen speelde bij Nottingham Forest. En voor die spits was het zijn eerste seizoen bij Nottingham Forest. We praten over 1992. Of 91. 97. 96-97. Nogmaals, oh, het laatste ik ga zoveel seizoen spijt hebben dat ik Roy, dit niet weet, mijn het laatste seizoen van Brian Roy bij Nottingham Forest. Welke spits werd aangetrokken? Welke Nederlandse spits werd aangetrokken om de ploeg te versterken? De eerste reactie is binnen. Is het Van Persie? Is het Bergkamp? Nee. Nog een Van Persie. Ronaldo kom ik hier ook staan. Ronaldo? Hoijdonk zie ik hier ook staan. Ik weet niet hoe ze aan Ronaldo komen. Oh. Brian, ja. Nog een nog een Van Persie, nog een Van Nistelrooy. Nee, dat is geen... Nee, Jimmy Floyd heeft niet gespeeld van dat ding in Forest, volgens mij. Hè? Nee. Wit man, hè? No. Hij is geen Van Basten. Ja, I know it.
Jongen, sorry, ik ben klaar mee. Nog een geval, dank. En een hasselbank. Ja, heren. Wie kwam er naar Nottingham Forest in het laatste seizoen dat Brian Roy daar speelde? Welke spits? Mokro. Daarna Juwere. Dion. Als ik moet gokken, ik denk dat Pierre van Hooijdonk, voordat hij naar Vitesse ging, gespeeld heeft voor Forest. En dat is helemaal correct. Het is inderdaad Pierre van Hooijdonk. Ja, het is inderdaad van Hooijdonk. Werd zenuwachtig. Ja, oké. Pierre van Hooijdonk die speelde inderdaad voor Nottingham Forest. Hij heeft het geprobeerd een paar jaar. Hij was in het tweede seizoen heel succesvol. Toen speelde ze een niveau lager. Maar toen scoorde hij er wel meer dan 20. En Pierre van Hooijdonk eindigde zijn carrière bijna 10 jaar later. Eindigde hij zijn carrière bij Feyenoord. In dat seizoen bij Feyenoord speelde hij met behoorlijk wat spelers met Surinaamse roots. Een van de spelers was Royston Drenthe. Een van de spelers was Dwight Tindalli. En er speelde nog een Surinamer in de verdediging. En wel centraal achterin. Welke Suriprof? Laat me het goed zeggen. Dit is een Suriprof. Dus ik denk dat onze bondscoach knipt als hoofd. Van ja, ik weet om wie het gaat. Welke Suriprof speelde centraal achterin bij Feyenoord het laatste seizoen van Pierre van Hooijdonk? Volgens mij weet ik niet zo wel. Ja, links speelde Drenthe, rechts speelde Tindalli. En welke? Bahia speelde centraal achterin. De Braziliano was nog een is andere het, centrale van Gobbel? Nee, het was geen van Gobbel. Nee, 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 nee. HF. Ik zie dat er. Nee, SG. Ik zie dat de comment sectie scherp is hoor. Ik moet dit wel. Is het green? Ja, het is inderdaad, zoals meerdere mensen hier aangeven, Serginho green. Yep. Dus we gaan naar de comment van Earl, gaan we Serginho green in beeld brengen. En dat is helemaal correct. Serginho green, die speelde in het laatste seizoen van Pierre van Hooijdonk centraal achterin voor Feyenoord. Hij heeft trouwens niet mogen debuteren voor Oranje. Drenthe speelde wel 1 wedstrijd, een paar minuten. Tindalli heeft 2 interlands op zijn naam voor Oranje. En Green kreeg niet de ruimte. En dan komen we nog bij een laatste vraag. Want Serginho Green speelde dus met de Suriprofs. De Suriprofs hebben een behoorlijk aantal wedstrijden gespeeld. Zoals een wedstrijd bij de toekomst en een wedstrijd van de toekomst. Zoals Jeff en onze bondscoach al zo net aan het vertellen waren. Ze hebben ook een keer gespeeld tegen het Jong Oranje. Onder andere het beetje de selectie, een Jong Oranje selectie die uiteindelijk het EK won. Daar hebben ze tegen gespeeld. Ze hebben die wedstrijd verloren met 2-0. Maar er speelde bij de Suriprofs wel een speler van in Suriname geboren speler die in Nederland in de Eredivisie heeft gevoetbald. En ook nog voor Suriname heeft gespeeld. Het nationale elftal van Suriname heeft gespeeld in 2013. Nogmaals, toen de Suriprof speelde tegen Jong Oranje, was er een speler bij die in Suriname is geboren, in de Eredivisie heeft gespeeld en ook nog voor Suriname is uitgekomen. Welke speler is dat? Ja, volgens mij weet ik het wel. Kan ik zeggen? Ja, we kunnen nog een paar mensen de mogelijkheid geven. Maar, 2013, zeggen, right? Ik denk dat het eerder was. In 2013 heeft hij gedebuteerd, ja. Dus we zullen wel even wat namen in beeld brengen. Heel veel mensen zeggen Ray Frenkel. Ja. Heel veel mensen zeggen Milano Koenders. Drenthe komt ook vaker voorbij. Ja. Je mag het zeggen, Dion. Ja, ik denk Ray Frenkel inderdaad. Ik denk Ray Frenkel. Ik zat te twijfelen of Dennis Purperhart ook heeft gespeeld in de Eredivisie.
Maar ik dacht het niet. Ik zat te twijfelen of Dennis Bynoe in de Eredivisie heeft gespeeld. Die heeft op de hoogste divisie in België gespeeld. Ja. Maar 2013 is veel te laat daarvoor. Dus als ik denk inderdaad dat het Ree Frenkel is. Ree Frenkel, ja. Ja, onze bondscoach van de Nacho Dames heeft inderdaad voor Suriname gespeeld. Het is niet duidelijk hoeveel interlands, of het één interland is geweest, of dat het er meerdere zijn geweest. Maar Ree Frenkel die speelde onder andere bij FC Groningen. En dan de laatste vraag van de kabel voor vandaag. Welke speler van Surinaamse komaf heeft samen met Ree Frenkel gespeeld en in totaal 10 seizoenen lang voor FC Groningen gespeeld? Hmm. 10 seizoenen heeft deze persoon voor FC Groningen gespeeld. Ja. En hij is in de huidige selectie. Nee. Een speler van Surinaamse komaf. Een speler van Surinaamse komaf. Die samen met Ree Frenkel heeft gespeeld. En in totaal 10 seizoenen voor FC Groningen heeft gespeeld. Maar hij heeft niet voor de nationaal. Of dat heb je niet gezegd. Hij heeft niet voor onze natje gezegd. Oké. Een speler van Surinaamse komaf, die samen met Ree Frenkel heeft gespeeld, die 10 seizoenen heeft gespeeld voor FC Groningen. Naast elkaar? Nee, dat kan niet. Nee. Dat wil je takje. Er zijn heel veel mensen die Sherry zeggen. Zeg op een als mensen, Sherry heeft geen 10 seizoenen voor Groningen gespeeld, Sherry. Dingen ook niet. Virgil van Dijk ook niet. Nee. 19 seizoenen. Degene die deze goed heeft, heeft voor mijn gevoel wel, die gaat die Jack zo hebben gewonnen hoor. Ik weet eventjes niet of... Wie was? Ik weet het niet. Was hij spits? Het enige wat ik jullie wil zeggen, wanneer je voetbalmanager speelt, ik denk voetbalmanager 2010, FM 2010, dan kan je zien van waar die spelers zijn, toch? En dan zijn er altijd een paar spelers in de Nederlandse competities die Suriname een sterretje hebben staan. Dat ze echt hier geboren zijn en dat ze voor Suriname mogen uitkomen. Oh. Zijn... Ja, toch? Oei, daar ben ik wel echt een voetbaldinger nerd. We hebben het antwoord nog niet gegeven. Welke speler van Surinaamse komaf die heeft 10 seizoenen voor Groningen gespeeld en samen met Frenkel gespeeld? Ik wil nu wel even opzoeken of hij ook hier is geboren. Ja, hij is in Paramaribo geboren. Ja, klopt. Ja. Ja. Hij heeft bij Roda gespeeld. Hij heeft bij NAC Breda gespeeld. Maar dan zijn er misschien meer. Huh? Want wie heeft u een gedachte, Boskoos Menzo? Nee, ik zat eerst te denken aan Henny Meijer, maar... Henny Meijer, ik heb die in mijn gedachte. Dus daarom heb ik gevraagd of hij spits was. Ik dacht aan Henny Meijer. We kunnen dat opzoeken. Hoe lang heeft Henny Meijer gespeeld? Ja, Groningen heeft 5 jaar voor FC Groningen gespeeld. Yeah. En niet samen met Ree Frenkel. Nee, en ook niet samen met Ree Frenkel. Oh. 10 jaar. Ik heb het goede antwoord trouwens wel gespot, moet ik zeggen. Huh? Ronald Venetiaan. Oh, kom. Dat was een mooi. Ronald Venetiaan leek me trouwens geen fan van FC Utrecht. ik sla die naam even over. Ik heb de comment al gezien. En ja, ik weet niet of je hebt gewonnen, Stefan, maar in elk geval het juiste antwoord is... Ja, ik heb het... Dus toen je die voetbalmanager... Ik wilde nog een laatste hint geven dat... dat een van de spelers ook wel zijn dingennaam heeft. Een van de huidige Nacho spelers. Dat is een pittige, hoor. Ja, maar die dingen was wel een hele goeie. Ik moest een beetje pittig gaan, ook zodat onze bondscoach ook de serieusheid van onze quiz mag ervaren. Maar ook omdat er meer mensen zijn die
veel vragen goed hebben in de afgelopen weken. Dus ik dacht, ik maak hem even wat pittiger. En dat is dus bij deze gelukt. Stefan, we gaan nog de punten terugkijken. Maar in elk geval heb je wel een prijs gewonnen voor het feit dat je deze vraag goed hebt, die laatste. Dus ook al ben je niet op de eerste plaats geëindigd, krijg je sowieso toch een prijs voor ons. Ja, Dion, dat was de jigsaw voor deze week. De kabel. Oké, dan dus zijn we gekomen aan het einde van het eerste. In ieder geval, ik wil de bondscoach Stanley Menzel hartelijk bedanken hiervoor. Het is 11:15. Het is een beetje laat geworden. Maar normaal zijn de teammeetings om 11:00. Dus vroeg voor je. Dus nee, maar we bedanken natuurlijk je van harte dat je hier aanwezig bent geweest. Voordat ik Jeff zijn laatste vraag laat stellen, wens ik namens Suriname eigenlijk natuurlijk heel veel succes. Mijn laatste vraag is, voornamelijk dat ik het niet hoef te antwoorden, wanneer zijn de Surinamers hier? En, of tenminste, wanneer zijn de spelers van de nationale selectie hier? En wanneer start de eerste training? Een gedeelte komt hopelijk aanstaande zondag aan, 29. Want er zijn wat problemen op Schiphol, heb ik begrepen. En het tweede gedeelte komt maandag 30 mei aan. En er zijn twee spelers, volgens mij Leerdam en Jannik Wilschut. Die komen een dag later nog zelfs. Maar de 30ste is iedereen er. Oké. Mijn vraag is... Jeff, ga je gang. Laatste vraag. Ja. Mijn vraag is, wat is de status van onze captain Ryan Donk? Want ook die had, dacht ik, een blessure opgelopen in een van de laatste partijen. Is hij op tijd fit? Ja, die heeft andere problemen. Meer leukere problemen. Oh. Van vrouwelijke kant. Dus als het goed is... Is hij weer papa geworden of zo? Ik zeg niks. Oké. Okay. Een goed verstaander. nee, hij, zover ik weet is hij niet fit. En ik hoop dat hij gewoon 30ste is. Er is. En zo niet een paar dagen later. Oké. Okay. Nee. Dan ben ik gerust, want ik... Ja. Er zijn zoveel vragen die ik zou willen stellen. Maar de vraag die ik wil stellen. Hoe groot is de kans dat wij tegen Jamaica een ander systeem zien dan 4-3-3? Hoe groot is het? In percenten uitgedrukt. Hoe groot is de kans dat we wel 4-3-3 spelen? Die is 75%. En het verlengde, hoe? Daar moet ik wel bij zeggen. Net wat ik net zei, van je kijkt naar de kwaliteiten van je spelers. En een vleugelspits hoeft niet altijd aan de buitenkant te spelen. Die kan ook centraal spelen. En als Jamaica met twee sterke centrale verdedigers spelen, zullen wij echt met drie centrale Jamaica met twee sterke spitsen spelen, centrumspitsen spelen, dan gaan wij gewoon met drie centrale verdedigers spelen. En dan is het of 3-4-3 of 3-5-2. Dus, maar de basis is begin bij 4-3. Dus 75% is dat de basisformatie, laat ik zo zeggen. En wat verwacht u van de eerste wedstrijd tegen Jamaica? Ja, weet je, ik heb nu een paar wedstrijden van ze bekeken. En het is een fysieke ploeg. Maar ze kunnen ook goed voetballen. Ja, dus wij zullen, hoe moet ik het zeggen? Nee, laat me het simpel houden. Wij zullen top moeten zijn die avond. Beide avonden zullen top moeten zijn. En dan geef ik ons een goede kans. Het is niet zo dat ze onverslaanbaar zijn. Maar wij moeten top zijn. We moeten goed zijn die avond.
Oké. Duidelijk. Oké. Okay. Ik sluit me helemaal aan. Ik zal voorbij komen. Best of luck. Succes erin. Dankjewel, heren. Ja, in de comment sectie ziet u het al voorbij komen. Best of luck, succes. Het worden drukke dagen, intense dagen. Dus succes, Trina. We spreken elkaar heel gauw. Dankjewel dat u natuurlijk in onze uitzending bent geweest. En best of luck nogmaals ook vanuit ons drietjes. Dankjewel, heren. En, fijne avond. Fijne avond. Bye-bye. Nou, dat was dus trainer Menso. Heftig, heel veel, very, very much to digest. We hebben het over de stelling gehad. Hebben jullie het gevoel alsof we ready zijn voor Jamaica, mannen? Ik wil nog wel even weten inderdaad wat de status is van Becker. Ik denk dat wanneer die selectie eenmaal rond is, dat we daar zeker wel ready zijn. Maar nu is het nog een beetje dus onzeker of Becker op tijd fit is voor die wedstrijd. En ik weet wel dat als eenmaal de selectie hier is, dat we er zeker ready voor zijn. Er zijn een paar vragen, Dion, eentje voor jou. Is de wedstrijd in Aruba te volgen? Weet jij dat toevallig? De wedstrijd zal in Aruba te volgen moeten zijn. De CONCACAF die verdeelt eigenlijk per land verdeelt hij de rechten uit. Ik weet of een station in Aruba dat gekocht heeft, maar elk individueel CONCACAF lidland die is in de gelegenheid gesteld om de CONCACAF Nations League rechten te kopen. En zo ook Aruba. Als ze ervoor kiezen om de wedstrijd van Suriname uit te zenden, lijkt mij wel. Maar ik moet eventjes uitzoeken welk tv-station van Aruba die rechten voor de Nations League heeft gekocht. Maar elk individueel land wordt wel in de gelegenheid om deze wedstrijden uit te zenden. Dus de kans is aanwezig en groot. Okay. Iets over de kaartenverkoop. De prijzen die we aan hadden gegeven, die even vast. 250, 500 om 750. Ze mikken erop om vrijdag te starten met de verkoop van de kaarten. Dus morgen. Er waren wat issues met de drukking van die kaarten en er moesten nog wat extra logo's opgeplaatst worden. Dus ze willen morgen starten met de verkoop van die kaarten. Als er updates daarover zijn, dan plaats ik het op de social media outlets, maar dat is de planning daarvoor in ieder geval. Okay, heel duidelijk, om even daarop in te gaan voor de mensen die dus vaak kijken naar de show. We hebben het al besproken in de Lucky D Show Facebook groep, nogmaals, het is een privégroep. In de Lucky D Show groep zijn we bezig om te voorbereiden. Dat betekent dat zodra de kaartverkoop start, zullen wij ook starten met de kaartverkoop of het blok, het Lucky D blok op in het SZ Stadion. Zoals afgesproken gaan we het mogelijk maken dat we gezamenlijk zitten in één blok om gezamenlijk de wedstrijd in het stadion te bekijken. En de details zullen dus in de Facebookgroep worden geplaatst. We gaan proberen om een heel blok van het SZ Stadion te vullen. Of dat ons lukt is vraag 2. We gaan kijken om budget te hebben voor een goede brassband. Het zullen niet de enige brassband zijn in het stadion. Maar we willen natuurlijk de sfeer op 4 juni maximaal hebben. Dus als je zegt van hé, ik wil erbij zijn, vergeet niet om de Facebookgroep van de Lucky D Show te joinen. Want we gaan sowieso met z'n allen daar. En zoals al eerder aangegeven, we gaan deze zaterdag gaan wij testen met de Champions League finale bij het vak. Hebben we een tafel gereserveerd. Dus daar gaan we alvast de sfeer proeven. Dus dat is mijn pluk. En dan laat ik het weer over aan jullie heren. Ik zag deze comment sectie voorbij komen. Antonio in vorm. Michael Antonio is erbij. Ik heb gezien op 2 verschillende plekken over 20 spelers van Jamaica op dit moment. Maar nadat ik na het verhaal van Mexico vertrouw ik niets meer. Er zijn in elk geval nog 2 veldspelers beschikbaar en dat kan Michael Antonio zijn. En er is een doelman aanwezig, want ik zag volgens mij bleek ook niet op die lijst. Dus dat kan nog veranderen. Jamaica heeft gespeeld gisteren tegen Catalonia. Bartra de la Feu erbij. Ze hebben 6-0 verloren en het waren vergelijkbare spelers.
Maar op dit moment staat Miquel Antonio dus niet op de lijst van Jamaica. Maar ik zou als Suriname zijn niet te veel waarde daaraan hechten. Wij moeten ons voorbereiden op een heel erg goed Jamaica. En wij moeten, net als wat de bondscoach gezegd heeft, wij moeten gewoon echt een ontzettend goede dag hebben. En daar hebben we alles nodig. We hebben de media nodig. We hebben het publiek nodig die op zijn positiefst moet zijn. Want voor de... Ik denk misschien wel... voetbalweek die we ooit hebben gehad in onze voetbalgeschiedenis, weet je dat? Dat ik kan me niet herinneren. Ik zit me af te vragen of het ja, niet ja, de drukste voetbalweek is geweest in onze voetbalgeschiedenis. 66. Kwalificatie 66. Kwalificatie voor het WK 66. Hebben we een drukkere week gehad. Maar dat is wel heel lang geleden. Het is ver voordat we waren geboren. Maar toen hebben we wel een drukkere week gehad. Hebben we een zwaardere week gehad. Want dat was ook de laatste ronde voor kwalificatie voor het WK. Dus, maar daarna tegen Mexico en Jamaica spelen. En Dion, is er al iets duidelijk over? Gaat er gecharterd worden? Gaan we naar Mexico kunnen gaan? Dat is ook wel een vraag die gesteld wordt. Wordt er al gekeken naar mogelijkheden om voetbalfans uit Suriname te faciliteren om de trip naar Mexico te maken? Als alles goed is... Is die mogelijkheid aanwezig, maar boy, moet ik je eerlijk zeggen, er is zoveel onduidelijkheid over de kaartenverkoop, dus over wat er gaat gebeuren met die charter is nog onduidelijk. Het laatste verhaal dat ik hoorde was wel dat er een aantal plekken beschikbaar zijn voor het publiek. Ik dacht dat tussen de 20 en de 40 plekken beschikbaar zijn geweest. Maar duidelijkheid komt daar nog. Je moet je voorstellen, het is even 40 plekken. Tussen de 20 en de... Ja, don't quote me alsjeblieft hierop. Maar er zijn natuurlijk... Het gaat om een charter. Want Travas Nodé eigenlijk. Want je kan niet van Suriname naar Jamaica gaan met de vluchten. En dan ook nog eens een keer in Jamaica spelen. En dan de volgende dag in Mexico zijn. Dat is praktisch onmogelijk met het vliegverkeer. Dus er wordt wel gecharterd. Maar het is voor... nog duidelijk hoeveel mensen in het publiek mee mogen gaan met het met de charter zelf. Maar ja, om antwoord te geven, de voorde was tussen de 20 en de 40. Maar stel, we winnen die eerste wedstrijd. Dan ga je me zeggen dat if Saranawa go naar Mexico om die uitwedstrijd te volgen, dat is, er wordt gezegd, er zijn 40, dan gaat er geen poging worden gewaagd om een extra vliegtuig te charteren voor de fans. Boy, een vliegtuig charteren is niet zo easy hoor. Maar ja, dat kan natuurlijk bekeken worden. Maar het is geen 2 cent natuurlijk. Ook voor de mensen die willen gaan, zal het geen 2 cent zijn. En wellicht, wat ik wel moet toegeven, een trip naar Mexico is wel de moeite waard. En wellicht kan je inderdaad en Jamaica en Mexico niet doen. Maar een trip naar Mexico waarbij onze nationale selectie speelt tegen Mexico. Ik weet niet wat voor ploeg Mexico op zal stellen. It is a once in a lifetime experience. Dus er wordt gespeeld in Toronto. Dus we moeten even kijken hoe dat precies zal geschieden. En of er inderdaad pakketten zijn die kant op. Dat los van de charter natuurlijk zijn. Maar het is een once in a lifetime opportunity die misschien nooit meer komt. Dus voor de voetbalfans wel eventjes de moeite waard om dat te bekijken. En dan kunnen we natuurlijk wel altijd kijken. Kan ook via dit medium. Om te kijken hoe we het precies aanpakken met kaartenverkoop. Ze zijn al enthousiast. Jeff heeft het ticket bij. Ik dacht dat hij mij een ticket zou sponsoren. Luister wel. Maar eigenlijk de meest logische extra charter die gedaan kon worden, is via Panama, toch? Want we hebben ergens een rechtstreekse vlucht naar Panama, toch? Tegenwoordig. Hoeven niet te charteren? Nee, je hoeft in principe niet te charteren. Je kan vanuit van hier. Van Paramaribo via Panama naar Mexico is een vlucht. Precies. Een ticket is ook veel goedkoper. Juist, ik bedoel, ja, charter, ja.
Dus het is dat bedoel technically ik eigenlijk, sorry. Is het mogelijk. Dus vandaar mijn vraag ook aan Dion is, niet zozeer de vraag van hoeveel plekken zijn er in het vliegtuig, maar hoeveel plekken zijn er in het stadion officieel voor Surinaamse voetbalfans? Oh, ik weet niet hoeveel uitsupporters heeft. Nee, kom op. Nee, we hebben in stadio corona besproken, toch? Een van de afgelopen uitzendingen. Ik dacht dat de capaciteit van het stadion 30.000 was. Ja. Ik weet niet of het 50-50 is. Volgens mij is de bezetting in Engeland, is de bezetting, dacht ik, 10% of 20%, als het niet ietsjes meer is. Ik weet niet wat precies de regelgeving zijn van de CONCACAF. Maar ik moet het eventjes goed voor jullie uitzoeken wat precies het uitpubliek krijgt aan kaarten. Overigens moeten we niet onderschatten de Surinaamse scharen in de VS die makkelijk naar Mexico kan gaan. Om te gaan joinen. Dus ook van daaruit kunnen we aanwas verwachten, toch? Vooral als wij winnen tegen Jamaica. Boy, dus ik heb een vieze vraag gesteld, boy. Dat, Sherwin, daar zeg je wat. Ik weet ook niet wat voor paspoort. Met een Amerikaans visum kan je overweg. Maar als ik me niet vergis, toen wij in Mexico gespeeld hebben, er is een mogelijkheid dat je het anders oplost, hoor. Een dingenkaartmodel. Een toeristenkaartmodel dat je in, als je naar Panama gaat, alsjeblieft don't quote me on this, als je naar Panama gaat, dat je dat op ter plekke regelt. Dus er zijn wat mogelijkheden, maar ik ben geen reisagent. Dus voor degenen die een Amerikaans visum hebben, yes, dan is het Chintori. Maar er zijn natuurlijk ook wel andere mogelijkheden daarvoor. Het is belangrijk dat je zegt dat je geen reisagent bent, want je kent die grap van die Suriname die naar Dubai ging, toch? Oké. Hey, look at that. Hey, that's my hard way. Jeff coming in the asset. Hey, kijk maar. Oké, heren. Nog even snel de selectie in beeld voor de mensen die laatst zijn aangesloten. Er zijn wat spelers die er niet bij zijn bij deze selectie. Kleidel is er niet bij. Die maakt plaats voor Ishan Kort en Joey Roggeveen. Damiel Dankeleu is er niet bij vanwege een blessure. Daar heeft onze bondscoach het uitgebreid over gehad. Anduele Amouferi is weg te komen vallen door de toevoeging van Kenneth Paal. Op het middenveld is Bjorn Sandvliet erbij gekomen. Dat heeft ook een beetje te maken ermee, denk ik, dat Serginho Eduard geblesseerd is. Verder in de aanval zijn Dimitri Apai en Vincenzo Gonzalez dus niet erbij, ook vanwege hun status, van hun clubstatus. Daar hebben we het vorige week ook al over gehad. Nog een keer. Sorry, wat zei je, Dion? Zei je dat Bjorn Sandvliet erbij is gekomen? Op het middenveld. Nee, die is uitgevallen. Is uitgevallen, sorry. Bjorn Sandvliet is uitgevallen. Ja, Miguel Dawson. Dat zijn allemaal spelers die zijn uitgevallen. En Miguel Dawson is er wel bij gekomen, toch? Of was Miguel Dawson? Miguel Dawson is er wel weer teruggekomen. Ja, nee. Dat is nieuw, dus er zijn een aantal mensen over u eventueel moeten praten. Dus we hebben inderdaad eventjes het middenveld gehad. We hebben Jamilio Richters gehad, die erbij is gekomen. We hebben de coach gehoord dat hij heel graag Jamilio Richters vorige keer wilde selecteren. Heeft het niet gedaan omdat hij zoveel spelers wil zien. Maar heeft natuurlijk als pinje gegeven, hou je scherp en blijf goed presteren. Jamilio heeft het fantastisch gedaan bij Robin Hood. En hij krijgt nu de kans om zich op de trainingen in te laten zien. En wanneer hij een invalbeurt krijgt. Dus dat is wat Jamie betreft. Ik wil toch ook eventjes praten over Shaquille Pinas, die er weer bij is gekomen. Hij heeft al 2 wedstrijden gespeeld. Pinas was geblesseerd aan zijn schouder, maar is weer fit. En voornamelijk voor degenen die de echte fans zijn, de laatste wedstrijd van Ludogorets heeft Shaquille Pinas op het middenveld gespeeld. Dus dat was heel erg interessant om te zien. En wat is jullie mening daarover? Ja, dus ik ben wat dat betreft altijd... Ja, ik ben blij met deze ontwikkelingen, dat onze spelers, en ik had deze opmerking volgens mij al gemaakt voor een aantal spelers, waaronder Geraldo Becker en nog een paar, dat het heel mooi is om te zien hoe die spelers zich ontwikkelen, dat ze dus op meerdere posities inzetbaar bleken te zijn, of door hun team worden gebruikt, wat ook opties biedt voor de bondscoach in de nationale selectie, om ze eventueel, wanneer het nodig is,
op die positie waarop ze spelen bij hun club in te zetten. Dus de niet-traditionele positie waarop ze spelen. Dus wat dat betreft, als dat zo is, dat Shaquille Pinas ook op het middenveld zich uit de voeten kan maken, ik neem aan verdedigend middenvelden, dan is het always welcomer. Dus dat biedt meer mogelijkheden om te kunnen schuiven met het systeem, de tactiek waar je mee wil spelen. Dan ook nog even een snelle vraag. Kan Roggeveen nog voor U20 uitkomen? Nee, Roggeveen is zelfs 24 al, als ik me niet vergis. Hij is ouder dan Kort. En Kort is ook net al een jaartje te oud om voor de U20-selectie uit te komen. En zoals eerder aangegeven, de spelers van U20, de nieuwe spelers, maken ook pas officieel bekend wanneer paspoorten in orde zijn. Toch, Dion, heb ik het goed voor je verwoord? Ja, je verwoordt het eigenlijk niet zozeer voor mij, hoor. Ik heb jullie de vorige keer al een beetje verteld over hoe de situatie U20 is gegaan. De trainer heeft na een van de trainingen heeft hij aangegeven dat er 11 diaspora-spelers erbij komen. Ik doe de communicatie voor de senioren-selectie. Dus ik heb natuurlijk wel connecties. En ik heb als journalist heb ik gevraagd, even wakker, hoe staat het met deze mensen? En ja, hij zei, tenminste de berichtgeving die ik had, is dat eigenlijk niets nog officieel is. Dus ik weet het niet. Ik heb ook eerlijk gezegd heel weinig mensen gesproken over dit verhaal. Dus ik heb geen details over welke spelers van de U20-selectie er daadwerkelijk bij zullen zijn. Maar het is zeker wel een positieve ontwikkeling. Ik heb in dagbladen of websites van Nederland heb ik twee namen voorbij zien komen. Marika en nog één. Dus er zijn wat spelers benaderd. Er zijn gesprekken geweest met deze spelers en de technische staf al. Dus in die fase zitten we wel inmiddels al. Er zijn gesprekken geweest. Er zijn ook gesprekken geweest met de ouders. Dus dat is ook al gevoerd. Maar boy, it's a ton of work. Het is a ton of work om 4 spelers erbij te halen. Dan kan ik me voorstellen dat het een mega job is om 11 spelers erbij te halen. Dus ik vond het een beetje een gewaagde uitspraak. Maar het proces is in ieder geval wel al gaande. Ja, het gaat, laten we worden, maar deze 2 spelers die mogelijk de nu prospect zijn voor U20. Het gaat om dus, even een moeilijke naam voor deze, Javiden Haas. Die speelt bij de U18 van ADO Den Haag. Hij speelt centraal op het middenveld en hij kan ook aanvallend middenveld spelen. En Jail Marika, zoals Dion net zei, linksback, die speelt voor de U21-selectie van FC Dordrecht. Van deze 2 zijn er inderdaad berichten verschenen. Het gaat om deze berichten. Dat ze dus zijn opgeroepen voor de U20-selectie van Suriname. Dus, en als je op hun profiel gaat bij Transfermarkt, dan zie je ook dat hun eerstvolgende wedstrijd is de wedstrijd die wordt gespeeld in CONCACAF, het CONCACAF kampioenschapsverband. Dus het ligt er vrij dicht tegenaan dat deze spelers inderdaad zijn toegevoegd aan de selectie. Maar natuurlijk moeten we de officiële bevestiging krijgen. Dus daarom zijn het nog, staat er hier bij ons nog mogelijke prospects voor de U20-selectie van Suriname. In elk geval komen er wat spelers bij. Nou, dat zou ik niet met zekerheid zeggen, hoor. Maar er is in elk geval natuurlijk wel dat proces is gaande. Nee, dus natuurlijk zal dat zal wel invloed hebben ook op de herenselectie. Oké, we hebben dat al behandeld. Deze jonge mannen die spelen dus op, als ik me niet vergis, Jeff, help me out hier, 19 juni. Ja, ik ga even naar het schema. 22 juni en 25 juni. Het gaat hier om de onder-20 kampioenschappen. In de CONCACAF zone. Ze spelen in Honduras. Yes, ze spelen in Honduras en ze spelen tegen Haiti, Mexico en Trinidad in een andere volgorde. 19, 21 en 23. Is 23, heavy, ja. Hoor. Is heavy, hoor. Ja. Dus, dit is nog zwaarder volgens mij dan de senioren selectie. Ja. Zeker zwaarder. Tegen Mexico de eerste wedstrijd.
Haiti is ook een hele sterke ploeg. Nou, niet zeker zwaarder hoor. Want Ja? wat je natuurlijk niet zeker zwaarder hoor, want wat je natuurlijk niet in wat je natuurlijk in consideration hier moet nemen. Er wordt voor Suriname wordt er gespeeld in Suriname. Daarna in Jamaica. Daarna in Mexico. Dus het kleine voordeel dat er hier wel is, is dat er Bijvoorbeeld nieuwe natuurlijk wel locatie. één centrale locatie gespeeld wordt. Dus het zijn beide gewoon echt heavy toernooien, want boy, het Ja, reizen maar is niet zwaar, ja. prettig. Zwaar in die zin, de Maar zwaar zijn tegenstanders ze in die zin. beide. Ja, Herstelperiode zwaar en ook tegenstanders. gewoon. Oké, nou, dan wil ik Wanneer, naar het volgende. heb je trouwens al informatie wanneer die selectie bij elkaar komt om te gaan trainen met de toevoegingen erbij? Nou, deze selectie traint al een hele tijd. Ja, Ze trainden in principe de al homegrown voor guys. de, hoe noem je dat? Voor die selectie, die senioren selectie. En ze trainen niet alleen voordat ze waren daarvoor, maar ze trainen ook het tijdstip ervoor. Dus ze trainen 5, 7 en dan trainen de selectie 7, 7, 9. Dus die zijn al in training. Maar om antwoord te geven op de vraag wanneer die diaspora-spelers erbij komen, om het zo eventjes uit te leggen, of de profspelers erbij te komen. Geen enkel idee. Geen enkel idee. Ook niet hoeveel het zullen zijn. Geen enkel idee wie die spelers zijn. Dus En no, I don't know, man. spelen we nog een oefenpartijtje voor die wedstrijden? Er worden oefenwedstrijden gespeeld afgelopen. Kijk, het voordeel van U20 is natuurlijk dat je niet oefeninterlands hoeft te spelen per definitie. Als je kunt gewoon spelen tegen lokale teams of een selectie van seniorenploegen. Er is afgelopen maandag is er al een oefenwedstrijd gespeeld tegen Brokkie. Ik ben daar niet geweest hoor. Ik had een andere interview. Dus ik weet niet wat de uitslag daarvan geweest is. Maar er worden wel oefenwedstrijden gespeeld in dat Maar ik verhaal. bedoel dan, in De dit jongens geval. trainen om 5 uur in het SZ-stadion. Ja. Ik bedoel in dit geval dan een interland, mogelijk tegen Guyana of Dat Frans-Guyana. weet ik niet. Ik denk het eerlijk gezegd ook niet. Mag ik wel even een vraag hierover stellen? Want je zegt van het mag wel bij U20, mag het niet bij de herenselectie? Want ik zat te denken, een van de dingen, Mag eigenlijk ik een heb niet grote gezegd dat het bondscoach. niet mag. Ik heb gezegd dat Oké. het wat makkelijker is. Oké, even. Een van de dingen die onze bondscoach zei, en hij heeft eigenlijk heel goed aangehaald waarom die twee selecties er zijn. Dus dat was ook een van de vragen die ik had toen ik keek naar onze lokale selectie, om het zo te noemen, die dus tegen Frans-Guyana heeft gespeeld. Is het misschien gewoon geen idee om die selectie gewoon veel vaker te laten spelen, maar tegen teams en niet tegen landen? Dat is zeker een mogelijkheid, ja. Dat gebeurt er ook wel. Ik bedoel, kijk, het voorbeeld van Curaçao kunnen we aanhalen. Er zijn natuurlijk wel mensen die willen praten over Dean Gorée. Ja, dus dat mag en dat kan natuurlijk. Dus, en het is een idee voornamelijk om deze spelers, en daar stress ik wel eens vaker op. We zijn buurland van misschien wel het beste voetballand aller tijden. Dus als je speelt tegen een ploeg in Belem, is het misschien wel op een hoger niveau dan als je een wedstrijd speelt tegen een ander Caribisch eiland. Dus ja, maar ja, dat is natuurlijk, dat is absoluut geen slecht idee. Ja, kijk, ik, persoonlijk, ik denk dat we die connectie met name Brazilië een beetje steviger aan moeten gaan trekken. Omdat je de ploegen die spelen op het hoogste niveau best wel als tegenstander zou kunnen gebruiken. Naar het model dat nu een Curaçao gebruikt tegen Ajax uit Nederland. Want zij spelen natuurlijk, Ajax en, ik bedoel, Nederland en Curaçao zijn. Vast aan elkaar, is een soort van Ajax afdeling. en Curaçao, om specifieker te zijn hoor, eerlijk gezegd. Kijk, Ja, Ajax heeft ja. een jaar of Sponsor. twee terug. Ja, Ajax heeft een jaar Ja. of twee terug hebben ze een contract getekend met Precies. Curaçao om op hun sleeve te Klopt. zijn. Het was een van de eerste. Nee, niet één van. Het was de eerste sleeve contracten die ze gesloten hebben. En als contract, als ruil daarvoor.
Zo Ajax 2 keer naar Curaçao gaan. En de laatste versie hebben ze zelfs een wedstrijdje gespeeld tegen Ajax. Dus dat was natuurlijk wel. Maar het land Curaçao, voornamelijk het ministerie van Buitenlandse Zaken of Toerisme doet. Het is gewoon een toerismebudget, want Curaçao is al eerder zo'n hoofdsponsor, shirtsponsor. CTB. NEC, de Curaçao Tourism Board, ja. Heeft een samenwerking ook met Ajax, want ze spelen met het logo van de Curaçao Tourism Board, Curaçao, het brand. Ik vind het heel knap dat ze van de naam van het land een brand hebben gemaakt. Dat zie je overal op Curaçao als je vanaf je aankomt op de luchthaven. En die sponsort ook voor een deel. Om hierop in te gaan, kan je zo'n deal aangaan met PSV of Feyenoord. Linga, dat is wel een belangrijk ding wat je moet weten. Ik wil juist daar. Dit is een belangrijk punt. Die sponsorship op het shirt groot van NEC of op de sleeve van Ajax kost geld. En dat geld heeft Curaçao, want de Nederlandse belastingbetaler betaalt voor de branding van Curaçao. Dus Suriname zou zo'n deal kunnen aangaan, maar POV naar money. Juist, het is eigenlijk een cirkel die rond wordt gemaakt. Ja. Dat maar goed, is één en twee. Om even mijn punt te maken. Kijk, de prioriteiten van Curaçao, die onze prioriteiten liggen niet in het gedeelte toerisme. Dat is wel zo bij Curaçao. Dus die branding doen ze, ze hebben een pot daarvoor. Ja, laat me zeggen, wij hebben niet de prioriteit gesteld op toerisme. Curaçao heeft dat wel, waardoor er ook natuurlijk een pot vrij is. En het is strategisch voor hun om dat te doen. Dus ik zou het heel graag hebben natuurlijk dat Suriname op het shirt komt te staan van Ajax. Misschien niet in een andere situatie zetten hoor. Maar toerisme is een van de grootste inkomstenbronnen van Curaçao. Dus het is heel logisch dat ze... En dit is een knappe deal die ze hebben kunnen sluiten met Ajax. Want dan zo promoten ze dat land ook wel. Maar wat ik wilde aanhalen, dat wij met bijvoorbeeld een Brazilië, met wie we een vriendschappelijke relatie hebben, dat we ook moeten gaan uitkijken om met ploegen... Brazilië bijvoorbeeld, misschien dan denk ik dan niet direct aan een Flamengo of aan een Santos of weet ik veel, de grote landen, die kunnen misschien ook wel aan de beurt komen. Maar waarom zou Suriname niet bijvoorbeeld kunnen oefenen met een Chapecoense, zo'n ploeg of weet je wel? Dus in het verleden, in de 2000'en, in de 1999 jaren, met Santos heeft Suriname hebben we gespeeld tegen Paysandu. Hebben we gespeeld tegen Remo. We hebben 2 keer gespeeld tegen Paysandu. Om het voorbeeld van je aan te halen. Maar, dan kom ik op een belangrijk punt. Dit is dan weer eens een keer voorbeeld van onze organisatiekunden. We zijn wel heel erg goed en gauw geneigd om te klagen over de SVB, maar het niets gaat ons tegen om als individuen, om als bedrijven, om als mensen een toernooi te organiseren waarbij we van buitenaf hoe noem je dat? Uitnodigen en het toernooi spelen. Dus het is onze organisatie. Kunnen die ervoor zorgen dat we niet doen? Nee, wacht even, Dion. A la Parvo Biercup. Dus kijk, precies. Maar alles gebeurt onder, het is een mooi woord, auspiciën van de SVB. Geen enkel bedrijf of weet ik veel, je mag hebben hoeveel geld je wil, kan zomaar een dag opstaan van ik organiseer een toernooitje en ik wil dat de nationale selectie speelt tegen die en die en die. Dat gaat zo niet. Dat moet via de bond gaan. De bond moet de centrale rol hebben qua organisatie en je moet toestemming hebben om te kunnen spelen, om een toernooi te organiseren waarbij de nationale selectie van het land speelt. Dus Oké, fair enough. Daarbij komt de organisatie wel degelijk weer bij kijken. Werd georganiseerd als de Parmo Biercup. Het kan technisch, jullie mogen met de brouwerij gaan praten. Of dat terug kan komen. Want dat was een heel mooi
initiatief. En we hebben een nieuwe man als bondscoach. Is vanwege het seizoen, hè? Het seizoen, het voetbalseizoen, ook in Nederland is een stuk zwaarder geworden. Waardoor deze keuze om te doen eigenlijk een beetje weg is te komen vallen. Meerdere mensen die vragen over Anderson. Hé mensen, we hebben het elke week over Javaan Anderson. Het is heel simpel. Javaan Anderson heeft op dit moment zijn besluit nog niet gemaakt. Hij heeft eigenlijk aangegeven dat hij voor Suriname wil uitkomen. Hij heeft toen zijn paspoort gekregen. Als het goed is, ligt er een sportpaspoort klaar voor Javaan Anderson. En toen, zijn vader Scan komt uit Jamaica. En die heeft een beetje, toch wel, aangegeven van, hé, Mimang, je gaat niet zomaar voor Suriname uitkomen. En daar zijn we nu. Javaan Anderson heeft zijn keuze nog niet gemaakt. We kunnen speculeren of hij het zal doen nadat we tegen Jamaica zijn uitgekomen. Maar op dit moment heeft hij de keuze nog niet officieel gemaakt dat hij voor Suriname uitkomt. Zijn paspoort is wel, als het goed is, al klaar. Dus ja, helaas, zolang hij niet officieel zegt van ik ben ready, kunnen we hem helaas niet toevoegen aan de selectie. Dan wil ik gaan met Jimmy die aanstaat. En in verband daarmee, voordat we onze predictions geven, wil ik iets doen als een combined 11. Dat wil zeggen, jullie eventjes onderling moeten kiezen. Het op tempo doen hoor mensen, want we hebben geen save van tijd. Dus we gaan uitkiezen wie van deze spelers de combined 11 zijn. En we gaan beginnen in het doel. Wie hebben jullie het liefst in het doel staan? Thibaut Courtois of Alisson Becker? Jeff, jij mag als eerst gaan. Dit is een makkelijke keuze. Ik bedoel, ik zou uit blind zou ik Thibaut Courtois kiezen. Want dat is de hot man op dit moment. En is wat mij betreft kwalitatief toch wel een stukje beter dan de doelman van Liverpool. Hè? Dus Thibaut Courtois heeft eigenlijk heeft een groot deel van het succes van Real Madrid dit jaar komt van Thibaut Courtois. Dat is heel eerlijk zijn, Jeff. Kijk, Becker was vorig seizoen heel erg veel geblesseerd. Hè? Daarom is hij een beetje vergeten hoe goed Becker is. Laten we het op Alisson houden, alsjeblieft. Hoor. En niet oh, op ja, Becker. Sorry, Alisson, mijn broer. Oké, kijk, ik ben het met je eens, Jeff. Voor mij is de keuze simpel Courtois, maar ik maak hem niet blind. Ook al zelfs als Real Madrid liefhebber, maak ik de keuze niet blind. Maar het is wel Courtois. Oké, dan hoef ik niet als jurylid in te komen. Dan is de goalie-positie duidelijk. Dat is Thibaut Courtois. Ik moet jullie wel eventjes opmerken dat heel veel mensen, zowel ESPN, Guardian en BBC, en natuurlijk zijn zij dan wat gekleurder, allemaal unanimously hebben gekozen voor Alisson Becker. Oké, we gaan naar de rechtsback-positie. Wie hebben jullie als rechtsback staan? Trent Alexander-Arnold of Dani Carvajal? Nee, dan... mijn kieskeuze is ook al duidelijk wat dat betreft. Mag ik het zeggen? Ja, ga je gaan. Arnold. 100% wat mij betreft, Arnold. Ik kan echt ik heb gezien van Arnold de laatste partij. Ik kan echt niet tegenspreken, hoor. Arnold is kapot. Ik kan echt niet tegenspreken, hoor. Trent Alexander-Arnold is dus de... Is de beste laat me rechtsback ook gelijk mijn screen sharen en ik ga proberen... Oh, de rechtste rechtszeker van de Premier League. Is er een betere rechtsback op dit moment? Is er een betere rechtsback dan Trent Alexander-Arnold op dit moment? Niet echt, rechtsback? Hoor. Nee, op dit moment niet. Nope. Mm-mm. Nee, ik denk het ook niet. Oké, centraal achterin. Misschien wel, maar overal zeker niet. Centraal achterin. Mag ik concluderen, vermoeden dat jullie allemaal... Mijn god, ik zit te klooien hier. Mag ik concluderen dat jullie allemaal centraal achterin zetten Virgil van Dijk? Ja, Jean-Luc, jij mag beginnen. Nee, ik bedoel, kom, laten we eerlijk zijn. Daar hoeven we niet lang over te praten. That's a unanimous decision.
Oké, naast Van Dijk is misschien dan wel een interessantere discussie. Naast Van Dijk is de situatie Joël Matip, Koundé, David Alaba of Eder Militão. Jean-Luc, jij mag beginnen. Ja, sorry hoor Okay, mensen, ik riep pop-pops. I'm gonna get heat for this. Trouwens, even Ik, een vraag jou. Welke ja. formatie? 4-3-3? 4-3-3. Ja, we gaan Okay. beide spelen 4-3-3, dus dat gaan we handhaven, ja. Ik ga toch voor Alaba. Ik ga toch voor Alaba. Jeff, wat is jouw keuze? Nee, sorry, Jean-Luc, beargumenteer waarom. Ja, kijk, weet je, je kan een argument maken. Kijk, ik heb eraan moeten wennen, omdat Alaba voor mijn gevoel toch sterker is op het middenveld. Maar als ik moet kiezen tussen echt puur talent en puur de beste speler op papier, dan is het voor mij Alaba. Nou, wat dat betreft, daar verschil ik weer met je van mening. Ik kies toch voor Oeh, dat Matip. is de eerste keer. Of dit is de eerste keer? Ja, oké, dit is de eerste keer. Nee, maar ik heb Matip als vervanger van Dijk aan het werk gezien. En dat is solid wat hij heeft laten zien, hoor. Matip was trouwens een hele tijd vaste prik bij hoe noem je dat? Liverpool. Hij is, dacht ik, door een blessure uitgevallen hele tijd. Maar zoals hij nu speelt, dan zou ik wel voor Matip kiezen. Hoor. Hij heeft ook de lengte mee, samen met Van Dijk daar. Kunnen ze een soort van twin tower vormen. Centraal. En ik zou voor Matip gaan. Het Hij is is voor mij snel. moeilijk om de keuze te maken, maar ik ga als tiebreaker toch moeten kiezen voor. Ja, sorry, ik ga toch moeten kiezen voor David Alaba. David Alaba is voetballend een stuk beter. Hij is natuurlijk ook een serial winner. Ik ben het eens dat Joël Matip het fantastisch gedaan heeft. Het is slim, het is echt hele kleine details, maar een linksbenige centrale verdediger aan de linkerkant heeft altijd natuurlijk wel wat meer sympathie voor mij. En zeker gezien het feit dat er veel geweld gaat komen aan deze linkerzijde, ga ik althans als tiebreaker toch voor David Alaba, als jullie me kunnen vergeven daarvoor. Als linksback gaan we voor Mendy of gaan wij voor Marcelo! Robertson Sorry, sorry. of Marcelo? Sorry. Of Alaba. Jeff, jij mag als eerste gaan. Ja, deze ga ik wel voor Mandy, denk ik. Mandy. Ja, Mandy voor mij. Ik vind Wacht even, Mandy een Dion, wat zijn de veel. opties? Mandy of Robertson, toch? Robertson, Mandy en eventueel Alaba, maar dat zijn de twee opties. En Marcelo natuurlijk. Maar de grootste opties zijn uiteraard Mandy en Robertson. Ja, ik zou het Marcelo natuurlijk gunnen, puur om het feit dat trouwens er is een discussie. Ik weet niet of jullie dat bericht hebben gezien. Dat, hoe heet hij weer? Ik noem net zijn naam en ik vergeet zijn naam. Ja, er is Marcelo. inderdaad een discussie, maar we gaan een besluit moeten nemen, mensen. Is het Oh, ja, nee. Robertson of... Mandy voor mij. Mandy. Ik moet zeggen, Robertson, hoor. Ja, Vreemd genoeg. ik vind dit bijna niet eens een discussie waard. Robertson is, als je, ik weet niet of er inderdaad een betere linksback is op dit moment Die in de wereld. backsposities van Liverpool zijn belachelijk. Sorry, ik moet het zo zeggen. Robertson. En kijk, hoe noem je dat? Waar soms Trent Alexander-Arnold het een beetje minder goed doet in de verdediging, Robertson is een machine. Hij is zowel in de aanvallende sens als de verdedigende sens is hij aanwezig. Hij is een machine qua assist. Hij is misschien niet zo centraal opgesteld als Trent Alexander-Arnold dat doet in de opbouw. Hij is meer een vleugelspeler. Maar ik ken volgens mij op dit moment Theo Rodriguez kan een goede dingen geven dat hij een betere linksback is. Maar als ik als tiebreaker moet dienen, dan is het voor mij inderdaad ook Robertson. We gaan naar het middenveld. En dan gaan we beginnen als Brocco Scaglini, Casemiro of Fabinho.
Nou, deze is voor mij helder. Maar ja, Jean-Luc mag losbranden. Ja, nou, ik mag eerst. Ik mag eerst. Hey, ik kan geen andere Skagris dan Casimiro. Hè. Ik moet voor Casimiro. Ja. Ik ga voor Fabiano. Kijk, ik vind Casimiro sowieso een goede schakel. Maar ik heb moeite met de speelstijl van Casimiro. Dat te maken heeft dat hij nogal gemeen kan zijn in zijn verdediging. En dingen doen die ik niet leuk vind. Voetbal, terwijl Fabinho is wat dat betreft een veel... Hij is ook een solide verdediger, maar hij doet zijn dingen verder dan Casimiro. En daarom kies ik voor Fabiano. Trouwens, Fabiano speelt op dit moment ook een van zijn beste... heeft ook een van zijn beste jaren achter de rug. Dus wat mij betreft, Fabiano. Het is een moeilijke keuze. Ik had gehoopt dat jullie hier uitkwamen. Maar het is echt... Het is een hele moeilijke keuze voor mij. Het persoonlijke geeft voor mij de doorslag. Same here. Ik ga toch kiezen voor de work rate en de ervaring als drievoudig Champions League winnaar in een Champions League finale. Het is heel minimaal, maar eigenlijk geen enkel team kan het erg vinden als Casimiro erbij is. Ook het Braziliaans team wordt er vaak genoeg gekozen voor Casimiro boven Fernandinho of Fabinho. Dus als ik de tiebreaker zou moeten zijn, zou ik kiezen voor Casimiro. Als jullie het niet erg vinden. Moeilijk verslaan. Vervelende reden van de fans, die willen natuurlijk opmaken. Je moet opmaken. Stappen met roken. Daarna komt de andere man van, het is geen voetballer. Ik kijk. We gaan naar de nummer 8 positie, dat heet. En daar hebben we Wat gebeurt er, jongen? Waar zit je ergens op Mars of zo? Ja, heb je verstaan? Waar kunnen we kiezen? Dat is maar 8 positie. Ja, een nummer 8 positie. En dan hebben we positie... We kunnen ook kiezen uit 4 mensen. Kroos, Modric, Thiago Alcantara. Zijn die twee andere? Kroos, Modric en dan nog herhaal die twee andere? Thiago Alcantara en Jordan Henderson. En als je wil, mag je Keita erbij zetten. Dus welke twee spelers komen erbij? Misschien had je toch... Je hebt het nu over links, toch? Links, ja. Jullie moeten twee kiezen. Ja, dus eigenlijk had je Fabiano mogen geven aan Dion, want ik ga eerlijk met je zeggen. Misschien ben ik outdated, maar ik zou sowieso voor Kroos en Modric gaan op het middenveld. Het middenveld is wel echt van Madrid. Voor mijn gevoel. Ja, Jeff? Dus... Eén kant wordt voor mij betreft is duidelijk Modric. En de andere kant, toch Thiago. Ja, dat ben ik helemaal mee eens. Inderdaad, als ik moet kiezen tussen de twee nummer 8'en, dan valt mijn keus al heel gauw op Luka Modric, wat redelijk logisch is. Laten we Modric zetten aan de rechterzijde hier. Met Ros. Nee, laat me niet zeggen, want dat gaat straks nog mislopen misschien. En aan de andere kant... Ja, dan ga ik inderdaad toch nog voor Thiago. Thiago is toch wel uitgegroeid tot de betere middenvelder voor aan de zijde van Liverpool. Thiago, je typt Thiago. Oh, sorry. Ik zou net zeggen, ik ben trots op mezelf dat ik die namen goed schreef. En dat het heeft niet lang geduurd. Dus Thiago is voor mij inderdaad ook de tweede. De momenten die Thiago dit jaar op het veld heeft gehad, hij heeft het fantastisch gedaan. Hij heeft de wedstrijden, wanneer hij inviel, gepakt at the scruff of their neck. Dus
Thiago is een revelation. Er is nu een discussie gaande in Engeland wie een groter gemis zou zijn. Want het is twijfelachtig of Thiago of en Fabinho aanwezig zouden zijn. En veel mensen zeggen zelf dat het gemis van Fabinho minder erg is dan die van Thiago. Dus als tiebreaker zetten we Thiago erbij. We gaan naar de Proost, rechts... Proost gaat jullie straffen. Echt. Rechts voor positie. Proost gaat jullie echt straffen. Rechts voor positie. Dan mogen we kiezen tussen Rodrigo en Mohamed Salah. Ach, dat is toch zo of, klaar als een klontje wat mij betreft. Of Valverde. Ik hier denk is niet ook dat een we hierover moeten discussiëren. Voor Mo Salah wat mij betreft. Ja, ik denk niet dat dit een discussie moet zijn. Waarbij wil vertellen dat Mo Salah zeker na de, hoe noem je dat? African Cup. Dat ik hem een beetje minder vond. Maar om hem boven te zetten, boven Valverde te zetten, of Valverde boven hem te zetten, of om, ja, dat is moeilijk. De linkerzijde. In welk opzicht vond je minder? Nee, Salah haalde cijfers niet, haalde acties niet meer die hij haalde in de beginfase van deze competitie. Dus hij heeft een mindere periode gehad na de African Cup of Nations. Maar goed, laten we niet te lang discussiëren hierover. Het enige waar je misschien nog over kan praten is als je mogelijkerwijs Luis Diaz aan de rechterzijde zou zetten. Maar het is een korte discussie. En dezelfde discussie lijkt mij ook kort te worden centraal voorin. Wie moeten we centraal... We gaan eerst naar links voor, toch? Links voor is spannend. Dus laten we naar mid voor gaan. Wie moet in de spits zijn? Keuze. Is dat echt moeilijk? Wat is de keuze? De keuzes zijn... Jota, Benzema, Firmino. Ja, dat is... Nou, Jota valt sowieso wat mij betreft weg. Laten we niet moeilijk doen. Nee, het is 1-1 waarom Real Madrid in die finale staat. Dus laten we even serieus doen. Ja. Nee, maar ik moet toch zeggen, Benzema is een keuze van mij, maar dingen heeft het wat dat betreft ook niet onaardig gedaan. Ken Jota, die andere? Firmino. Ja, Firmino. Maar goed, ik zou toch voor Benzema gaan. Benzema is een zekerdere factor. Gleofilo? Nee, stop maar. We gaan naar de linkerzijde. De linkerzijde vallen de keuzes Vinicius Junior, Sadio Mane. Overigens, Sadio Mane was ook een optie om centraal voorin te zetten, hoor. Maar goed, ja. Sadio Mane, Vinicius... Of Luis Diaz? Ja, dat is voor mij is de keuze ook makkelijk hoor, wat dat betreft. Ik kies weer blind ik voor Sadio Mane. Ik vind dit een hele moeilijke keuze. Dat is moeilijk hoor. Het is moeilijk, maar als ik moet kiezen, kijk, het is een mix elftal en dan moet je een keuze maken. Als ik, de twee waaruit ik zou moeten kiezen is Fini of Sadio Mane en ik kies voor Mane. Jean-Luc. Moeilijk, Mane is gouden balkandidaat dit jaar ook, toch? Wat mij betreft. Moeilijk, hè? Als ik moet fair zijn. Als ik consistent ben, want zo heb ik ook gekozen voor Alaba en Casemiro, dan moet ik hier ook consistent zijn en Mane zeggen. Als ik consistent ben. Dan? Als ik consistent ben in mijn keuze met Casemiro en Alaba, moet ik wel Mane hier zetten. Op links. Ja. Dat ben ik wel eens. Maar het is wel heel close hoor. Het is ontzettend close. Het is wel close. Het is wel... Omdat Fini ook een geweldig jaar. Ik vind dat hij toch het jaar een beetje minder heeft afgesloten. En ik bedoel, hij heeft nog één grote wedstrijd waar hij kan schitteren natuurlijk. Maar hij heeft toch, ik ga nog een reden geven. Waarom je Mane is zetten. Wat dat betreft toch trefzekerder geweest. In, niet alleen het maken van doelpunten trouwens hoor, maar ook
de bijdrage die Mané heeft geleverd aan het succes van Liverpool dit jaar, dat ze geen kampioen zijn geworden op één punt. Ja, dat is... dat kan, is pech, maar Mané is weer fenomenaal geweest. Nee, zowel voor de nationale ploeg waar hij speelt. Je hebt toch gezien wat er gebeurd was de wedstrijd in El Clasico toen Benzema geblesseerd was. Toen speelde Sandra aanvallen. Nee, maar ik denk de hoofdreden waarom ik voor Mané ga is als je kijkt naar Benzema, Salah en Mané, kan je elk van die drie spelers in de punt laten spelen. Je kan rouleren, je kan. Dus als ik gewoon puur voetbaltechnisch daarna kijk, dan it makes more sense. En met deze... Kijk, een ander argument is natuurlijk ook... En dit is echt... Volgens mij moeten we echt stoppen. Maar, kijk, als je zo'n selectie maakt... Mané en Robertson hebben een verschrikkelijk goede verstandhouding. Die verstandhouding natuurlijk hebben Fini en Robertson niet. Maar ik heb ook niet het gevoel alsof Vinicius een... opkomende linksback zo hard nodig heeft. Hij wil zijn actie gewoon zelf maken. Terwijl Mané wellicht vaak naar binnen kan gaan. Omdat hij natuurlijk ook ervaring heeft om te spelen als valse 9 in de punt. Dus het zou voor het team wel wat voordeliger zijn. Maar ik ben ontzettend blij dat jullie die keuze hebben gemaakt. En dat ik het niet hoef te doen. Nou, zo ziet het team dus eruit. 2, 4, 5 spelers van... Liverpool, en nee. Dan zijn het 6 van Liverpool, 5 Real. Wie is volgens jullie dan de favoriet om te winnen? Ja, is dat een vraag die je aan mij moet stellen? Nee. Nee, maar even alle grap op een stok. Ik ben geen Real Madrid fan, maar ik kijk, is dat meer en geniet voor voetbal. Maar ik geef Liverpool toch een kleine edge. Waarom? De omstandigheden maken het dan. Kijk, Real Madrid is kampioen van de Liga. En ze willen natuurlijk Champions League winnen. Maar ik denk dat Real Madrid zelf niet had gedacht dat ze in de finale zouden staan van de Champions League dit jaar. Ze zijn heel vaak... nog net door het oog van de naald gekropen. En ze zijn zover gekomen, je kunt ze het meegeven. Ze zijn de comeback team van dit jaar, wat dat betreft. Ze hebben op verschillende momenten laten zien dat it ain't over until it's over. Maar Liverpool is gebrand om dit wel te winnen, omdat ze op een haar na kampioenschap hebben gemist. Ze zijn nog bekerkampioen geworden, gelukkig, dus ze hebben wel al een prijs. Maar Champions League zou voor hun de kroon op het seizoen zijn. Als ze dat nog weten te winnen, dan kunnen ze tenminste hebben ze een hele dikke doek voor het bloeden van het missen van die titel in de Premier League. En als ze Champions League kampioen zijn, dan is dat helemaal goed gemaakt. En daarom denk ik dat ze geprikkelder zijn om Real Madrid deze keer goed klap te geven in die finale. Het zijn wel echt twee Champions League teams, hè? Het zijn echt Champions League teams. Zowel Liverpool als Madrid zijn echt teams die voor dit toernooi leven. Eigenlijk, ja, het zijn echt ploegen die echt één wedstrijd gewoon het verschil kunnen maken. Dus het kan echt beide kanten opgaan. En dat maakt het wel een mooie finale. Zeker weten. Mijn prediction, dat moeilijk is natuurlijk. Vanaf ik leef, heeft Real Madrid geen finale verloren. Dus mijn hersenen zeggen dat Liverpool een beter team heeft. Een beter functionerende verdediging heeft. Een beter functionerend midden, of tenminste een hardwerkender middenveld. En in plaats van 2 mensen in de aanval, hebben zij 3 mensen in de aanval. Maar dat is een logische verklaring. Real Madrid heeft het moeilijk wanneer je pressie hoog zet en de bal veroverd wordt. En dat is helemaal het spel van Real Madrid. Maar er is geen enkele logische verklaring voor wat Real Madrid dit seizoen gedaan heeft in de Champions League. Van de 6 wedstrijden die ze hebben gespeeld in de knock-out fase, hebben ze misschien maar
van de zes helften, sorry, hebben ze misschien maar één helft beter gespeeld. En dat was die wedstrijd tegen Chelsea. Voor de rest waren ze allemaal de zwakkere ploeg. Maar het is een ploeg die weet hoe je moet winnen. En at the end of the day is het een spelletje. Dus als ik zou moeten zeggen dat Real Madrid deze finale zou moeten verliezen, zou ik mezelf ook niet heel erg serieus kunnen nemen. Maar je kan er geen logische verklaring aan vastbinden, omdat het niet logisch is. Weet je, je kan gaan praten over tactiek. Je kan gaan praten over, ja, Camavinga moet erin komen op bepaalde momenten, want hem hebben we ook niet behandeld. Hij ook niet gezet in deze, in dit trio op het middenveld. Maar er is geen logische verklaring, dus ik ga het ook niet logisch aan jullie uitleggen. Als jullie dat willen doen, kan dat. Maar nee. het is niet nodig. Dus voor mij is Real Madrid de favoriet om deze partij te winnen, maar niet om logische redenen. Ik heb nog één belangrijke factor waarom ik, als het Real Madrid wordt, dan is er wat mij betreft één speler die het verschil kan maken voor Real Madrid. En ik heb het al aan het begin gezegd, hij is wat mij betreft de speler die Real Madrid staande heeft gehouden dit seizoen. Ik bedoel, Benzema heeft doelpunten gemaakt, Vinicius ook wel. Maar de man, belangrijkste man bij Real Madrid op dit moment, en hij is hot, is Thibaut Courtois. Die heeft een fenomenaal seizoen getypt. Ballen waarvan ik dacht van mijn Migarofama, die spoor allemaal. En hij is degene die Real Madrid eventueel in zijn eentje die titel kan bezorgen door van die rare ballen weg te halen waarvan ik denk van, no boy, die is na... Zapama, ik moet bijna maar... Je zou zweren dat je in België woont. Oké. Een hele leuke comment van Rosina. Guys, we doen volgende week natuurlijk dit, maar dan met de selectie van Nacho. Hè? Yes, no problem. Yes. Gaan we weer. Ja. Oké. Okay. Wat hebben we nog, Dion? Dat was heel erg insane. Ja. Er was nog een andere comment, inderdaad. Iemand wilde me een hint geven, want ik word weggehouden achter mijn televisie om te kijken. Maar we doen normaal inderdaad de passen of schieten, maar we zijn al, in principe hebben we al heel veel behandeld, heel veel voetbal hebben we behandeld. Dus ik zou deze uitzending willen afsluiten met twee laatste dingen waar we kort over gaan praten. En het eerste is de NBA. Kan je ons een update geven over wat er allemaal gebeurt, Jean-Luc? Ja, op dit moment. Ik had gehoopt op een geweldige wedstrijd van Luka Doncic. En hij doet ook nog echt zijn best. Ze zijn met de inhaalrace gestart. Dus die wedstrijd is nog niet voorbij. Maar het wordt wel heel erg zwaar voor Dallas om deze wedstrijd nog te winnen die nu gaande is. Ik moet wel zeggen dat ik een Klay Thompson wedstrijd had verwacht. Ik had hem eigenlijk game 6 verwacht, dus de volgende play. Maar die Klay Thompson-wedstrijd is nu gaande, dus ik baal een beetje dat ik dat heb gemist. Want dat is wel echt typisch Klay Thompson, om gewoon die series te bepalen met één wedstrijd. Dat is nu gaande. Maar Maverick staat op dit moment 9 punten achter tegen Golden State. Toen ik de vorige keer keek, leek het voorbij. En hoe lang moet het spelen? Verschil. We gaan zo de fourth quarter. Zo gaan we de fourth quarter in. We zijn in de derde quarter. Seconde dus in de derde. Het kan nog spannend worden. Nogmaals, ik verwacht een monster game van Luka. En dat is de enige manier hoe ze nog enigszins kans maken. Maar ik verwacht sowieso dat als ze miraculeus winnen, Klay Thompson er een einde aan zou maken. Dat was mijn voorspelling. Hoewel ik het Dallas heel erg gun. Aan de andere kant, we hebben het vanaf het begin gezegd, Boston is een heel apart team. Het was bijna onmogelijk toen ik het ook zei, toen de playoffs begon, zei ik al Boston. En toen geloofde ik het zelf niet. Maar Boston is onderweg, heeft Kevin Durant uitgeschakeld en Kyrie heeft vervolgens Giannis, ik moet wel zeggen, de defending champ zonder Middleton, maar hebben ze ook uitgeschakeld. En ze staan ook 3-2 voor tegen de nummer 1 seed van de East van tegen Miami. Dus tot nu toe maken ze elke voorspelling die ik heb gedaan waar. En eerlijk op papier is Boston misschien ook wel het enige team dat Golden State op papier kan winnen. Dus
Ja, het is toch nog spannend. We gaan ervan uit dat we een Boston tegen Golden State finale krijgen. Maar het is nog niet daar. Ze moeten wel eerst hun laatste wedstrijd nog winnen. Dus het wordt heel erg spannend. En we verwachten sowieso Golden State versus Boston, maar in één overtil de Fat Lady Saints. En tot slot wil ik eventjes praten over de transfersaga van Kylian Mbappé. Jeff, jij mag beginnen. Hoe heb je dit ervaren? Even kort. Ik verbaasde me een beetje over die hele drama die werd gemaakt. Over dat hij uiteindelijk niet heeft gekozen om naar Real te gaan, maar te blijven bij PSG. En hij wordt uitgemaakt voor geldwolf en weet ik veel. En zelfs Real Madrid dreigt volgens mij dingen aan te brengen bij de UEFA. Ik bedoel, van kom op. Is dat echt zo? Dat Is er heb ik echt zoveel toch drama? gelezen allemaal. Is dat nog UEFA. een keer? Is wat echt Is er zo? echt zoveel drama? Er is een heleboel drama. Er is wel veel drama. We staan Veel drama. er ver vanaf, maar er is Ja. veel drama. De Tebares van van La Liga heeft hoe heet Ja. hij? El Hafi van de Qatari Group heeft zelfs aangebracht. Om een rechtszaak gestart dat hij Kylian Mbappé heeft gehouden terwijl hij een akkoord had met Real Madrid. We zijn er een beetje ver van, we weten er weinig over, maar het is wel een bizarre saga. En ik heb Big thing. eigenlijk vanaf ik voetbal volg, heb ik zoiets nog nooit meegemaakt. Een Ook gewoon de grotere duur. saga dan Messi. Ja. Een grotere saga. En het En punt ik zal je is. vertellen waarom. Deze jongen is vanaf zijn 11e jaar al in belangstelling van Real Madrid. Dus Real Madrid is al zo lang bezig deze kerel aan te trekken. En men weigert Real Madrid niet. Dus dat maakt het al een beetje bizar. En ik weet niet of als jullie de gelegenheid hebben om de persconferentie te bekijken van Kylian Mbappé toen hij het besluit heeft genomen. Hey, Het is misselijk. Die man is een opkomende politicus, is een opkomende president. De manier hoe hij iedereen gespeeld heeft. En zijn eerste reactie was: ik heb geen nee gezegd tegen Real Madrid. Ik heb ja gezegd tegen het Franse Paris Saint-Germain. Maar deze jongen was vanaf hij 13 jaar was, werd hij al gezien als een groot superster. Dus hij vertelt ook in een. Ik weet niet waar ik heb het in een boek gelezen. Ik hou me ten goede welk dat was. Maar toen hij 13, 14 jaar was, hield hij persconferenties met zichzelf. Dus hij zette zichzelf achter een tafel. Hij zette een decor. En dan stelde hij vragen vanuit de zaal aan zichzelf. En hij reageerde daarop. Dus het is bizar om te zien wat deze jongen achter een microfoon kan doen. En het is meesterlijk. Maar er is zoveel dat te gepaard gaat. En beide teams waren nogal zenuwachtig. Want zowel Paris Saint-Germain als Real Madrid hadden nog geen ja-woord gekregen van hem. Ze hadden bijna niet gehoord wat ze wilden horen. De president van Frankrijk, door alles heen, door de elections heen, door de oorlog in Oekraïne heen. Als Leon fan, want de president is niet eens een fan van Paris Saint-Germain, hij is een fan van Marseille, is gaan praten met Mbappé. En blijkbaar is Mbappé ook nog eens een keer redelijk, ja, hij is niet, hij is vaak daar aanwezig in het paleis. Dus het is niet Anouar Lolo Sani. Wat natuurlijk wel bizar is, is dat ik denk, met uitzondering van Messi misschien bij Barcelona. Het voor het eerst is dat een speler zoveel macht krijgt bij een vereniging. En daar gaan we nog veel over horen en zien. Het is geen toevalligheid dat nadat deze man zijn contract verlengd is, Leonardo meteen ontslagen is. De technisch directeur die hij had bij AS Monaco is meteen erbij gekomen. Er is sprake van dat Pochettino al weggaat. Dus. We moeten. En ik kan eigenlijk op geen enkel ander voorbeeld komen. Misschien een goed voorbeeld is als. Ja, de premier van Engeland. Die. Manchester United.
En jij mag alles beslissen. Dus dit is, ja, is een bizarre saga die best dramatisch is om aan te geven, Jean-Luc. Ja, maar wat ik bizar en hypocriet vind, is dat men begon over hoeveel Mbappé niet gaat verdienen. Dacht ik van, hallo. Dus het zijn uitgerekend. En vooral Real Madrid moet wat dat betreft zijn mond rustig dicht houden. Want Real Madrid heeft in hun tijd, toen zij het konden, hebben ze ook... Een hele strategie is Real Madrid, huh? Een hele strategie. Ja, toch? Is gebaseerd op zoveel mogelijk salaris geven en mensen aantrekken om te komen naar hun ploeg. Omdat ze het konden betalen. Nu is Manchester City in die positie. En men heeft een bepaalde sfeer gecreëerd. Je bedoelt Paris Saint-Germain. Bizarre bedragen is begonnen, niet nu, is al een tijdje lang begonnen. En wat mij betreft, moet de UEFA wel de regelgeving gaan aanpassen om limieten te stellen. Dat het niet maar iedere keer de boundaries verschuiven zijn. Want anders is het einde zoek. Toch, je gaat straks mensen hebben die dichtbij een half miljard gaan verdienen. Toch? Maar dus dat moet geremmen. Maar je moet niet nu komen klagen over dat die man... Ja, je hebt die man zoveel betaald en noem maar op hem geven. Want dat... Weet je, de reden waarom ik vraag of er echt zoveel hijsa is... We hebben het al op een heel andere manier met een speler meegemaakt. Met Suriname, van Surinaamse komaf. Die van Barcelona naar Paris Saint-Germain is gegaan. En ik weet niet of jullie toen... Xavi Simons pas van Barcelona naar Paris Saint-Germain is gegaan. Ja, dat is ook zo'n toestand. Of jullie zijn Instagram hebben gezien. Hoeveel Barcelona-fans, hoeveel Spanjaarden, hoeveel fans hem voor geldwolf hebben uitgemaakt toen hij de switch van Barcelona naar Paris Saint-Germain heeft gemaakt. En ik schrok er zelf van toen ik het zag op Xavi zijn Instagram-account. Maar voor de echte voetbalfans. Ik weet niet. Het is juist mooi. Het komt zelden voor dat een voetballer ergens waar hij sinds zijn jeugd speelt, zeker als je zo'n grote, en die sporter bijna, als je zo'n grote sporter bent, hoe vaak komt het nog voor dat je blijft spelen bij het team waar je bent begonnen? Het komt eigenlijk bijna niet voor. Niet meer voor. Dus ik vind dus het vreselijk mooi. Ja, dus Mbappé heeft eigenlijk wat dat betreft een revolutionaire stap gemaakt. Nou, ik vind het geweldig. Giannis is een perfect voorbeeld daarvan. En als je bij basketbal kijkt, Kobe. Maar ook bij Kobe is het anders geweest, want Kobe wilde weg. Maar dat is een paar keer dat zijn geluk nooit zo geweest. Anders sprak je erover. Tim Duncan, Giannis zijn een beetje de enige spelers bij voetballers. Hoe vaak komt het voor dat een speler gewoon vanaf, ja, Messi, totdat Barcelona er zelf een potje van heeft gemaakt. Maar het komt niet zo vaak voor dat een speler zijn hele Ryan Giggs is misschien Totti, inderdaad. Er zijn niet veel voorbeelden van zulke situaties. Nee, kijk, ja. waarom het wel revolutionair is omdat kijk, het veld eigenlijk, en dan kan je teruggaan vanaf 1992 volgens mij, met de Bosman, Bosman arrest. Het veld gaat steeds meer richting macht geven aan spelers. En daarom is dit heel erg revolutionair. Omdat het voor het eerst is dat bij zo'n mega club ze eigenlijk gewoon echt hem de sleutel hebben gegeven. Hey, je mag doen wat je wilt. En dat zal gevolgen hebben op het voetballandschap going further. Dus we zullen een periode verder zullen we terugkijken naar deze transfer en praten op dezelfde manier als hoe er gesproken wordt over de transfer van Neymar of hoe er gesproken wordt over de transfer van Alexis Sanchez. De voetbalwereld zal waarschijnlijk niet meer hetzelfde zijn na deze transfer. Want spelers zullen gaan eisen van, als je wil dat ik voor je kom spelen, dan wil ik bepalen wie de coach is volgend jaar. En ik wil inspraak hebben in het transferbeleid. En dat is wel iets waarover we over na gaan moeten denken.
Dat hij dat heeft kunnen dat bedingen in zijn contract is echt revolutionair. En eigenlijk is ik weet niet eens of dat een good thing is. Het kan zijn voordelen hebben, maar het kan ook zijn nadelen hebben. Want te veel macht aan één speler geven, ja, ik weet niet of dat zo goed is, maar het kan zijn voordelen hebben als je het goed weet te managen. Kijk, als PSG in die zin een bepaalde sleutelpositie willen geven, omdat ze hebben ingezien van, hey, eindelijk als je goed nu kijkt naar het team van Paris Saint-Germain, is Messi, want Messi is, laten we zeggen, heeft de status van de beste voetballer ter wereld, maar hij is nog steeds, hij is op dit moment de going man. En de coming man is Mbappé. Hij laat het in alles zien, is een geweldig seizoen weer gedraaid. He's the man to go. Dus wat dat betreft, heeft waarschijnlijk Paris Saint-Germain daarmee die overdracht eigenlijk al gebeurd van, hey, jij moet het team straks gaan dragen, we gaan een team om jou bouwen en je mag helpen mee bepalen welke spelers je graag om je heen wil hebben om je te laten excelleren. Dus het is een beetje beperkte macht misschien, ik denk niet dat het alle macht is, maar het moet wel goed gemanaged worden, zodat wat ik zeg, dat het niet nadelig gaat worden uiteindelijk. Maar het komt wel hierop neer, want wellicht is Kylian een individu dat intelligent is, want in Paris Saint-Germain zijn er heel veel hokjes. Hè. Je hebt het Braziliaans hokje, je hebt de supersterren, je hebt de Fransen. En Mbappé mingelt niet met geen van die hokjes. Dus hij is een intelligente jongen, hij heeft precies wat hij moet doen. Maar het gaat niet om hem. Er gaan genoeg andere spelers zijn die na hem gaan komen en die dezezelfde eisen zullen hebben. Maar we zijn in elk geval... Ik heb nog een laatste vraag. Ik heb nog een laatste... Ja, dat staat ook in zijn contract trouwens. Zijn broertje moet ook blijven spelen. Maar goed. Ik heb trouwens een andere vraag. Hoe spreek je deze man zijn naam uit, Jeff? Want ik hoor heel veel mensen praten over Mbappé. Ik hoor veel mensen praten over Mbappé. Over Mbappé. De Fransen zeggen gewoon Mbappé. Hoe spreek je dit uit met jouw Franse wetenschap? Als je het op zijn Frans zou moeten zeggen. Als je het op zijn Frans zou moeten zeggen. Mbappé is hoor. Mbappé. Oké, dan houden we aan Mbappé vast. Ja. Nou, dames en heren, ik... ja, wat wil je zeggen? Nou, we beiden nog iets kleins. Ja, ik heb iets... Ik wil heel graag met deze gast afsluiten. Oké, dan ga ik de afsluiting doen en dan ga ik jullie als normaal, ga ik jullie natuurlijk weer een final statement laten maken. Mensen, dat was het voor deze aflevering van de Lucky D Show, een hele unieke aflevering. We hebben voor het eerst in onze geschiedenis hebben een bondscoach erbij gehaald, dus like zoveel als mogelijk aan wie snow. Like deze video nog steeds, zodat mensen het achteraf kunnen luisteren. Heel veel goede content zat erbij, dus share het zoveel als mogelijk. Als je nog niet subscribed bent op YouTube, klik dat knopje, is maar een klik voor jou, maar weet je veel het voor ons betekent, zeg ik altijd. En natuurlijk op Facebook, als je nog niet aangesloten bent op de pagina's, klik de like button. We zijn er volgende week weer bij. Volgende week is wedstrijd week en UFC week, dus het wordt een drukke week voor ons allemaal. We proberen zoveel als mogelijk content in die week te hebben. Ik ben Dion Brunings. Ik wil natuurlijk ook aan jullie of onder jullie aandacht brengen dat jullie naar deze site kunnen gaan. kot.ly/lookyd en dan kom je terecht op onze Facebook pagina, nee, eigenlijk op onze Facebookgroep, waar er dagelijks content geplaatst wordt, waar we lekker door kunnen discussiëren, alsof we dat niet lang genoeg doen. 2,5 uur is blijkbaar niet genoeg voor sportdiscussies. Als je een makkelijkere weg wil, search gewoon in de searchbalk van Facebook Lucky D en dan kom je terecht in onze groep. We accepteren je en dan kunnen we lekker door discussiëren. Dit was de wekelijkse Lucky D show aflevering. Jeff Kramer, wat zijn jouw laatste opmerkingen? Volgens mij gaan we het over dus één en dezelfde persoon hebben. Dus ik weet niet wat Jean-Luc gaat doen, maar deze man heeft het gepresteerd, is net het nieuws naar buiten gekomen, dat hij 6 maanden lang heeft gespeeld zonder kruisband. Dus ik kan er met mijn hoofd niet bij. Maar dat kan ook betekenen, hij is al 40 jaar, dat, en hij gaat nu onder het mes, en hij gaat voor 6 tot 8 maanden eruit moeten zijn. Dus dat kan ook wel betekenen dat dit zijn, ja, dat hij zijn laatste wedstrijd heeft gespeeld voor die ploeg, die hij ja, enigszins heeft bijgedragen dat ze kampioen zijn geworden na 11 jaar. En ik heb het over niemand anders
dan deze gast die natuurlijk de show heeft gestolen toen ze kampioen zijn geworden. Kan ik hem direct draaien, Jean-Luc, of ga je nog iets zeggen? Ja, no, je kan draaien, je kan draaien. Oké. Okay. Dat kan alleen Zlatan, ja. Alleen Zlatan kan dit doen. Oké. Okay. Ja, heel mooi. Voordat ik Jean-Luc over... Want Jean-Luc gaat natuurlijk een perfecte transitie maken hiervoor. We hebben Zlatan gezien. Hij heeft inderdaad 6 maanden zonder voor zijn kruisband gespeeld. Maar hij gaat opereren. Hij heeft volgens mij al geopereerd. En in januari start hij weer met spelen voor AC Milan. En namens de groep heeft hij natuurlijk de coach bedankt. De directeur, Ivan Gazidis. Maar natuurlijk ook Paolo Maldini, die de technisch directeur is geweest. En die een hele goede band heeft gehad met Stefan Pioli en Jean-Luc. Je noemde daar net een naam. Want in de lijst van wie speelde allemaal voor één team, gekeerde de dream. En toen maakte Wouter een opmerking en toen moest ik meteen denken van ja, er is ook nog iets anders wat heel bijzonder is aan het kampioenschap van Milan. Want 3 generaties aan kampioenen met Milan is toch wel best wel iets unieks. Hè? Want je zei het al, Paolo Maldini, dat is natuurlijk de man rechtsboven. Die is nu technisch directeur en heeft zijn hele leven gespeeld voor AC Milan. Maar zijn vader was ook een bekende AC Milan speler. En zijn zoon heeft nu zijn eerste trofee. Scudetto binnen. Ja. Dit is toch wel, als je praat over een legacy, is dit toch wel het perfecte voorbeeld, toch? 3 generaties bij één ploeg. Dat is wat anders dan zijn broertje moet nog blijven spelen bij Paris Saint-Germain. Nee, zeker weten. Hij gaat nog natuurlijk veel moeten doen om zijn grootvader en zijn vader te evenaren. Maar hij is niet zo ver. Het is echt het begin van onze carrière. Maar het is natuurlijk wel heel erg leuk. En ook Paolo Maldini verdient props voor het... eigenlijk dit kampioenschap. Hij wilde initieel niet meedoen als technisch directeur. Maar Ivan Gazidis, geloof ik, wat nu consortium, heeft hem overhaald om wel mee te doen. En hij is heel erg nauw in contact geweest met de hoofdtrainer. AC Milan die zal nu een nieuwe ownership krijgen. En dit gaat belangrijk zijn dat deze nieuwe ownership begrijpt hoe belangrijk de rol is van het team. Dus Gazidis en Paolo Maldini. En hoe nauw zij samenwerken met de coachingstaf. Want het kan misschien wel weer een nieuw tijdperk inluiden voor AC Milan. Overigens, mogelijk dat wij Noah Lang volgend seizoen in de kleuren zien spelen van AC Milan. Want er wordt op hem gebed op dit moment. Oké, okay, niet... Ik bedoel, dus door AC Milan natuurlijk. Hè. Heb ik begrepen dat er ook flink aan de man wordt getrokken. Dat wordt nou, niet de kleuren waar ik hem graag in zou willen zien, maar natuurlijk wel leuk voor Lohan. Ja, die blauw-zwarte. Andere blauw-zwarte. Nee, wel rood, maar rood, wit en groen natuurlijk. Rood, wit en groen? Ons natje er nu, Jeff. Oh nee, maar dat gaat niet meer gebeuren. Hè? Dat moeten we het zo zetten. Dus dat is klaar. Ik denk dat zou ik ook graag willen. Het is na middernacht in Suriname, mensen. Het is heel vroeg in de ochtend in België. Dion, voel je vrij. Dames en heren, dat was het voor deze aflevering van de Lucky D Show. Jullie weten waar jullie ons moeten vinden. Jullie kennen de instructies wat betreft het volgen van deze show. We zien elkaar terug de volgende week. Zelfde tijd, zelfde plek. Bye-bye.